Groetje. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. People think I'm driven. But if they'd look closer, they'd realize there's nothing I love more than playing hockey. I'm Sidney Crosby and I'm made of hockey. Ga voor de beste service en de mooiste deals naar uw Citon-vestiging. De Alpendealer van Drachten en Heerenveen. En de Hyundai-dealer in Sneek. Citon, welkom. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. IJzerhandel Raadsma staat voor een krachtig assortiment, solide vestigingen en uitstekende service. Raadsma. IJzersterk en toch buigzaam. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo hip kan een stoere man hun werk kwam. Als ik grijp in, wil ik zou wijzen. Hij maakt het dikken en het heerst door de machines en werkt op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Superda. Kleer. Dames en heren, van harte welkom in IJsstadion Tielf in Heerenveen. Welkom bij Flyers Live TV, dat u ook in het seizoen 2016-2017 live ijshockey gaat brengen. Vanavond de wedstrijd in de bekercompetitie tussen de Younes Flyers en de Amstel Tigers uit Amsterdam. Tielf heeft een enorm grote verbouwing ondergaan en dat wilde zeggen dat het ijsmaken hier even langer op zich heeft laten wachten. Maar nu kunnen de Flyers weer thuis aantreden op het eigen vertrouwde ijs hier in Tielf. Ik heb zo net met Mike Meeser gesproken om hem te vragen of dat nou van invloed was om weer echt thuis te gaan spelen. Maar voordat we daar gaan kijken, eerst even een filmpje met de rangen en de standen van alle wedstrijden die zijn gespeeld en de wedstrijden die dit weekend nog moeten worden gespeeld. Het is tot nu toe een weekend met grote uitslagen. Op vrijdag werden er in totaal al 32 doelpunten gemaakt. In Nijmegen verloren de Ahout Devils voor thuispubliek. De wedstrijd tegen Laco Eaters Limburg eindigde in 2-7. Gijs Groningen wist in Den Haag ook twee keer te scoren, maar moest toch echt zijn meerdere erkennen in Heijs Hockey, die met een overtuigende 13 goals de winst naar zich toe trok. Eindstand 13-2. Helaas ook geen punten voor de thuisploeg in Zoetermeer. Younes Flyers Heerenveen was echt een maatje te groot voor de Panthers. In de Zilverdoom werd het 0-8. Vanavond staan de Younes Flyers weer op eigen ijs. In Heerenveen nemen zij het om 8 uur op tegen de Amstel Tigers. Een kwartiertje later begint in 's-Hertogenbosch de wedstrijd van de Red Eagles tegen Ahout Devils Nijmegen. En om 8:30 staat Gijs Groningen in eigen stadion oog in oog met de Zilverdome Panthers. Morgen wordt om 7 uur de enige Benelink wedstrijd van het weekend gespeeld. Laco Eaters Limburg gaat thuis de strijd aan met Lummeslet Eindhoven-Kemphanen. De laatste bekerwedstrijden van het weekend zijn om 7 uur Tilburg Trappers Toekomstteam tegen Red Eagles 's-Hertogenbosch en om 8 uur Amstel Tigers tegen Heijs Hockey Den Haag.
Het bekertoernooi schiet al aardig op. Sommige ploegen hebben er al 6 wedstrijden op zitten. Hoog tijd dus om naar de stand te kijken. In Pool A gaat Laco Eaters Limburg aan kop met 17 punten uit 6 wedstrijden. Ahout Devils Nijmegen staat tweede met 7 uit 4. En Tilburg Trappers Toekomstteam behaalde 2 punten uit 4 wedstrijden en staat daarmee derde. Vierde in Pool A is Red Eagle 's-Hertogenbosch met 1 punt uit 4 wedstrijden. In Pool B gaat Younes Flyers aan de leiding na die sterke overwinning van gisteren. Na 5 gespeelde wedstrijden staan zij op 14 punten. Op nummer 2 de Zilverdoom Panthers met 13 uit 6 en Amstel Tigers heeft na 5 wedstrijden 7 punten te pakken en staat daarmee derde. Op plek 4 vinden we Hijshockey Den Haag met 5 uit 4. Gijs Groningen heeft nog moeite met het hoogste niveau, de ploeg staat vijfde met 0 punten uit 6 wedstrijden. En door die lekkere 0-8 overwinning in Zoetermeer gisteren heeft Flyers de leiding genomen in Pool B van deze bekercompetitie. We gaan even kijken naar een interview wat ik net had met Mike Nason, waar ik me onder andere vroeg of het lekker is om in eigen stadion op het ijs te spelen. Finally on home ice. Is there a lot of difference between here and Leeuwarden or not? Yeah, there's a little differences. You know, once you get on the ice, it's not a big difference, but all the little things around it that make life easier, you know, having our equipment room, having our own dressing room, those things start to wear on you when you don't have them. Guys are complaining about having wet equipment because we don't have anywhere to store it when we're there. So little things like that make a big difference and make guys feel a bit more comfortable when they're coming to the rink and feel a little bit better when they get on the ice. Must have a good feeling last night, 0-8. Yeah, it was a good feeling. I didn't expect an 8-0 win, but our guys came out hard, and I think we talked about getting a little bit of redemption from last time we were playing in Zoetermeer. We didn't have a great result, so we talked about that a lot this week, trying to make sure we get a little bit of payback. And from the start, the guys came out flying. They were skating, moving the puck well, playing confident, and that was a good sign for our group. And you know, the result, you know, that happens from all that hard work and the good play they did. Amsterdam, you played in the preseason twice against this team. What kind of team is it? They obviously have Josh Pruden and Marcel Kars leading the way up front, and those guys are, you know, one guy played a whole bunch of games in the American League, and another guy was national team captain, so pretty good players. And then they got they got Kathan on the back end and some guys that can play, and their goalies are very capable as well. So they're a team that we got to make sure we bring our A effort in, and don't take them lightly, because last time we played them, we went to a shootout, and we were lucky enough to win a shootout. And so we got to make sure we come out hard today, and I'm hoping with being back home, there's no extra motivation needed. The excitement's here. The guys are excited. You can see it all week when I'm saying, okay, 3 more practices to go in Leeward, and you can see the smiles and the excitement, and that translates into some more jump in practice, and you can see the good feeling. So team complete? Yeah, everyone's here. Obviously, Corey's gone. So other than that, everyone's in and everyone's healthy. So best of luck tonight. Thank you. Aldus Mike Nason. Inmiddels aangeschoven Erik Landman. Erik, welkom. Dank je. Ex-flyer natuurlijk, maar nu tegenwoordig commentator en dus buiten beeld. Maar klopt. Jij spreekt ons niet toe. Ja, achter de schermen. Ja. Komende seizoen, verwachtingen? De verwachtingen zijn denk ik hetzelfde als vorig seizoen. En dat is dat Heerenveen gewoon zijn prijzen wil pakken. Het team is zo goed als gelijk gebleven, dus ja, dan kun je dat ook verwachten. En, maar goed, met het begin van de competitie en de bekercompetitie gezien te hebben, moet dat ook zeker kunnen. Dus de verwachtingen zijn gewoon weer prijzen pakken in Heerenveen. Alle prijzen dit jaar? Dat zou denk ik wel de doelstelling moeten zijn, ja. Ja, vorig jaar liepen ze natuurlijk het algemene kampioenschap van de BNE League mis door Van Herentals te verliezen. Ja. Wat voor nasmaak had jij daarvan? Ja, dat is aan de ene kant is dat gewoon heel erg zonde. En het had ook niet gehoeven. Dan moet ik wel zeggen dat Herentals gewoon ook een heel goed team had vorig jaar. En ja, die waren aardig aan elkaar gewaagd. Dus dat is ook weer de uitdaging van dit jaar, is gewoon om alle 3 prijzen te pakken die er te pakken zijn. Zonder Dordrecht, maar met Groningen? Ja, op zich heel erg leuk. Mooi lekker dichtbij. Ook natuurlijk goed voor de regio natuurlijk, dat Groningen er weer bij is. Toch een beetje de noordelijke derby. Ja, goed, wel een paar... Heb je vaak gespeeld? Tegen Groningen heb ik zelfs nog wel Leeuwarden gespeeld in de noordelijke derby. Ja, dat is ook alweer een tijdje geleden, maar... Ah, het is gewoon goed dat ze erbij zijn, ook voor de ontwikkeling van de jongens. Ik had ze eigenlijk al verwacht vorig jaar, dus ik vond eigenlijk ook een beetje een onbegrijpelijke beslissing en dat ze een divisie lager gingen spelen.
was ook te zien aan de resultaten, want ze wonnen alles met gemak. En ja, daar stimuleer je talent ook niet mee. Dus het is een hele goede set voor hun geweest. En ze zullen het wel heel moeilijk krijgen, want die stap omhoog is ook nog steeds moeilijk. Maar goed dat ze erbij zijn. Wat verwacht je? Wie gaan de play-offs halen en wie komen uiteindelijk in de finale, denk je? Nou, ik denk dat in deze pool van de beker sowieso Zoetermeer en Flyers doorgaan. Andere divisie, waarschijnlijk Eindhoven en Geleen. En voor de competitie dan is het weer een heel ander spelletje. Heerenveen heeft nog een plek over natuurlijk om een import te halen. Ze hebben die andere jongen, die voldeed niet en die kon moeilijk aarden. Ja. Dus ja, dat kan ook alleen maar beter worden. Voor een uit Heerenveen kant verwacht ik gewoon dat ze overal bij zitten. En Amsterdam. Hij heeft natuurlijk ook wel wat ervaring in het team. Missen natuurlijk wel eens John Versteeg. Het is allemaal wel redelijk aan elkaar gewaagd. Een paar teams stijgen er bovenuit. Daar is Heerenveen duidelijk één van. Dankjewel. Jij gaat mijn commentaarpositie zometeen innemen. En wij gaan even kijken naar een interview wat ik had met Josh Pruden. Niet met Dave Husky, want die is helaas verhinderd om hier te zijn. Josh Pruden neemt de taak van hem over als trainer-speler. En het interview wat ik met hem opnam, daar gaan we nu even naar kijken. Assistant coach, but head coach tonight. Yeah, our head coach is not able to be here, so I need to take over that responsibility and do some coaching. Well, thanks for joining us here for short in front of the game. How's the team? Yeah, we're doing all right. We're starting to come together a little bit better, and we've had a lot of guys in and out, being sick, and a little bit different start to the season, but we're starting to come together better. You played here 2 years ago? Yes, I did. It was familiar surrounding. Yeah, it is. A little bit different coming in, but very familiar and nice to be back. Preseason, you played against Heerenveen twice. Any secrets on this team? I don't know. They have a good team. They obviously had a lot of success last season, and it's a big test for us. They've been playing well, obviously, and we have not had... last weekend, I don't think we were very happy with the way we played, so looking to change that tonight. Thanks a lot for joining us, and good luck. Go to the locker room. Thank you. Thanks, Josh. Dat was Josh Pruden. We gaan zo meteen naar het ijs. De commentatoren nemen langzamerhand hun plaats in. Eerst gaan we nog even een klein beetje boodschappen doen. Na de eerste periode dan is mijn gast Henk Hoekstra hier aan deze desk, de voorzitter van de Unis Flyers. En dan zullen we even een kleine voorbeschouwing op het seizoen doen. Veel plezier bij de eerste periode na de boodschappen. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. People think I'm driven, but if they'd look closer, they'd realize there's nothing I love more than playing hockey. I'm Sidney Crosby, and I'm made of hockey. Ga voor de beste service en de mooiste deals naar uw Citon-vestiging. De Alpendealer van Drachten en Heerenveen. En de Hyundai-dealer in Sneek. Citon, welkom. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. IJzerhandel Raadsma staat voor een krachtig assortiment, solide vestigingen en uitstekende service. Raadsma. IJzersterk en toch buigzaam. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo gim kan een stoere man hun werk kwam. Als ik grijp in, wil ik zou wijzen.
Maak het dieken en het hele store machines en werk het op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Superda. Kleer. Goedenavond dames en heren, hier vanuit het TL Stadion in Heerenveen, alwaar de tweede thuiswedstrijd voor de Jonas Flyers gaat beginnen. De eerste echt in TL, Erik Landman, vandaag weer bij mij aangeschoven. Heeft het nou nog invloed dat ze nu pas weer in TL kunnen zijn? Ja, tuurlijk heeft dat invloed. Sowieso, de voorbereiding is natuurlijk niet geweest wat het moet zijn. Goed, dat heeft verschillende redenen. Ze moesten daardoor uitwijken naar Leeuwarden. Nou ja, goed, daar kun je heel lang en breed over zeuren. Dat is gewoon een feit dat gebeuren moest. Je mag blij zijn dat er zo'n mooie hal is neergezet in Leeuwarden. Dus daar alle krediets voor Leeuwarden. Dat ze de beschikking konden geven aan het ijs aan Heerenveen. En dan kun je gewoon met de competitie starten. Het is niet ideaal, maar goed, we zijn nou in ieder geval weer terug op het eigen nest. En het eigen ijs weer, eigen kleedkamers, de eigen geur in het stadion. Dus ja, dat is natuurlijk voor een speler is dat gewoon belangrijk om zijn eigen thuishonk weer te hebben. De Jonas Flyers begonnen wat stroef aan het seizoen. Ze hebben wel twee oefenwedstrijden gespeeld tegen hetzelfde team als vanavond Amsterdam. Beide wel gewonnen. Niet echt overtuigend. Daarna volgde de Ron Bettelingschaal. Die ging dan verloren. Maar het
stapsgewijs wordt het wel steeds beter. Ja, zie je, hebt op een gegeven moment natuurlijk een voorbereiding die je gaat doen. Nou goed, die oefenwedstrijden die kwamen natuurlijk wel heel erg vroeg voor, maar stonden ze net een week of zoiets op het ijs. Dus dat is echt kijken van waar je staat. En Ron Bettelingschaal jammerlijk verloren. Geleen wel langer op het ijs gestaan, langere voorbereiding. Dus ja, het zegt nog niet zoveel. Je ziet wel dat ze gewoon elke week beter worden. Ze zijn nog niet op het niveau wat ze moeten zijn. Maar ze winnen hun wedstrijden wel. En dat is gewoon het belangrijkste, ook voor het goede gevoel. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat vanavond, zeker na die eerste twee oefenwedstrijden tegen Amsterdam, nu tegen Amsterdam gaan oppikken. Want Heerenveen is nu wat verder. Waarschijnlijk Amsterdam is natuurlijk ook een stukje verder. Dus ik ben benieuwd wat de wedstrijd gaat brengen. Afgelopen weken werd er om de beker gespeeld, ook vanavond. Hele diverse uitslagen. We zien bijvoorbeeld Zoetermeer, de nummer 2, die gisteren dan verliest van de Younes Flyers met 8-0. Grote uitslag. Ja, dat vond ik wel verrassend eigenlijk. Een aantal wedstrijden van Zoetermeer toch netjes gewonnen, ook van Den Haag. Dus ik had wel verwacht dat wel een team was die goed kon meestrijden. Nou hebben we de wedstrijd zelf niet gezien natuurlijk, dus het is een beetje moeilijk in te schatten wat er nou precies gebeurd is. Er kunnen natuurlijk een bepaalde momentum switch in een wedstrijd zijn, dat op een gegeven moment bij Zoetermeer niks meer lukt en bij de Flyers juist wel. Maar goed, 8-0 is wel een goede uitslag voor de Flyers. Dat neem je toch maar weer mee. Ze staan nu weer eerst in de pool. Eigenlijk staan ze met één been in de halve finale. Dus wat dat er gaat, geeft dat ook wel weer een beetje rust in het team. Ook wel weer een stukje motivatie om verder te gaan met waar ze nu mee bezig zijn. Ja, je geeft het al aan, de eerste stappen richting de halve finale nagenoeg gezegd. Als ik de stand goed bekeken heb, zou het eventueel vanavond al een feit kunnen zijn bij een reguliere overwinning. En dan zou Amsterdam hun deal niet meer kunnen inhalen. En dan zijn ze verzekerd van de eerste of de tweede plek. Het is nog even wachten op de spelers van zowel Amsterdam als de Younes Flyers. Ze zien de scheidsrechter van vanavond, Martin de Wilde, reeds klaarstaan. En ook de mascotte Frisley staat al druk te zwaaien met zijn vlag. En ook de pipoel van de week heeft plaatsgenomen. Dus nog even wachten op de spelers en dan kunnen we gaan beginnen. Van Duinen. Even kijken, de scheidsrechters Martin de Wilde, Lijnman, Gert-Jans Hippersman en Steven Oosterling. De wedstrijd is
zien de spelers hun posities innemen. En dan ziet men de Younes Flyers de tweede lijn naar voren komen met Tony Demeline, Brent Jansen en Valentijn Bouten. Wat nog opvalt bij Amsterdam, twee oud-gedienden van de Younes Flyers. Just Pruden met nummer 17 in het boekje bij mij, maar volgens mij speelt hij met 16. En Marcel Kars met volgens mij 87. Toch twee belangrijke spelers voor de Younes Flyers in het verleden. Ja, zeker. Nou ja, goed, sowieso. Die jongens hebben natuurlijk een hele mooie carrière gehad. Pruden natuurlijk ook in Amerika natuurlijk heel veel succes gehad. Of in ieder geval bij in de American Hockey League gespeeld. En Marcel Kars die natuurlijk bij Heerenveen gespeeld heeft en daar nummers gescoord heeft. En ja, dat zijn op zich gewoon wel heel twee dragende spelers. Het is jammer dat John Verstegen niet meer bij is. Nou ja, goed, iedereen kent de situatie met de coaching van dit jaar dat het veranderd is. Dus ja, goed, ik ga ervan uit dat hij daar solidair mee is geweest en toegezegd heeft van nou ja, goed, dan houd ik er ook mee op. Zien de Younes Flyers eruit komen. Het is Demeline die inspeelt. En dan is het het wegwerken van Stef Overweg. Wel weer de onderschepping van de Younes Flyers. Meteen met Demeline. Nu dan Limnel. Achter de goal vindt hij dan Brent Jansen. Probeert verder te vinden bij Tony Demeline. En dan is het schot van Ronald Wurm. Gaat dan naast het doel van Jacob van Duin. Amsterdam probeert er dan uit te komen. En dan komt ook de eerste straf van de wedstrijd eraan. En dat zal dan tegen een speler zijn van de Younes Flyers. Een high-sticking lijkt het te gaan worden. Ja, we zagen dat Tony Demeline probeerde die jongen iets af te houden. Maar ja, daardoor had hij zijn stick wel ietsjes te hoog. En daar raakte hij hem volgens mij in het gezicht. Nou, ik zag geen bloed, dus het zal bij 2 minuten blijven. Maar wel een powerplay kans voor Amsterdam. En ja, goed, benieuwd hoe ze dat op gaan pakken. En meteen zien we natuurlijk de sterke lijn van hun op het ijs. Hè, met Marcel Kars en Josh Bruden. Speelt trouwens wel met nummer 17. Veeshof wordt gewonnen door Marco Posma. Van der Vossen probeert weg te werken. Vindt dan Ronald Wurm nog in het eigen vak. En dan is het Ronald Wurm die wegwerkt. En dan probeert Jacob van Duin de linesman te foppen door heel hard te roepen dat het ijsing is. Nu dan Hoekstra die indumpt. Kwist met offside. En dan krijgen we een nieuwe face-off in het neutrale vak. Je ziet dat Mackie Kwist de puck niet kwijt kan. Hij brengt hem zo ver mogelijk op over de rode lijn. Dus, ja, goed, dan kom je op een gegeven moment in de positie dat je hem ook moet indumpen of zelf moet gaan. Nou, ja, ging hij zelf tegen medespelers verwachten blijkbaar dat hij hem in ging dumpen. Dus die waren iets te vroeg over de blauwe lijn en dat resulteerde in een offside. Nu face-off winst van de Younes Flyers. Dan is het Turcotte die het verdere werk doet door de puck weg te werken. En dan is het Van Duin die weer klaarlegt voor Catan. Meegeven. Kwist komt nu wel het vak binnen. Weer Kwist. Catan op de blauwe lijn. Schot en dan reboundje weggegeven door Sjoerd Itzinga. Maar dan zit Turcotte goed tussen. Verder wegwerken van Brent Jansen. Nu dan Nijland. Dan de overname met Poelen. Zit Limnel die op kan pikken, werkt dan wel hoog weg, maar raakt dan net het plexiglas zodat er geen straf volgt. Wel weer de overname, nu met Catan, wordt op de huid gezeten door Ronald Wurm. Kars, meteen de druk van Post, maar dat resulteert ook in puckbezit. Alleen de paas van Marco Post, maar achteruit naar Ronald Wurm is niet helemaal goed. En dan de onderschepping van Amsterdam. Tenen drukken weer volop en dan is het nu Petteling die probeert weg te werken. Goede voorcheck. Resulteert in puckbezit. Nu dan Posma. Kan er net niet de tweede man passeren. En dan zijn de Younes Flyers weer compleet. Nu dan net niet Brent Jansen.
Komt de puck omhoog, die gaat er helemaal overheen. Er is weer iemand die een souvenirtje mee kan nemen naar huis. We krijgen wel een face-off in het verdedigingsvak van de Younes Flyers. Ja, je merkt ook dat de Flyers snel druk wil zetten weer op de verdedigers van Amsterdam. En ja, dat lukt hun toch aardig. Ze komen moeilijk het vak uit. Ook tijdens de penalty kill willen ze graag die druk geven. En dat resulteert dat toch dat Amsterdam moeite heeft om het vak uit te komen en de vrije man kan vinden. Duel aan de boarding met Demeline. Valent en Bouten werkt dan weg naar Brent Jans op de rode lijn. Kan dan niet lekker meegeven aan Mark Hoekstra. Komt wel het aanvalsvak binnen. Paas voor de goal net achter Jansen. Overname van Amsterdam kan alleen puck wegwerken. En dan is meteen weer de overname van de Younes Flyers met Van der Vossen. Die een nieuwe aanval probeert op te zetten. Tony Demeline kan niet Brent Jansen bereiken. Dan de overname met Amsterdam. Het is dan Quist die alleen diep kan spelen. En dan nu weer het opzetten van de Younes Flyers. Kars kan meegeven aan Proeden. Wordt vastgezet door Van Aalderen. Komt dan ook in puckbezit. Kan alleen niet het vak uitkomen. Nu dan Limnel. Probeert Mark Nijland te bereiken. In tweede instantie lukt dat dan wel. Verrassend schot toch wel. En dan Van Duin die vierde lek het probeert weg te werken. Younes Flyers blijven wel in het aanvalsvak. Ronald Wurm. Terug naar de Posma. Had schot en dan in de bovenhoek. Zit naar 5 minuut 12. 1-0 voor de Younes Flyers. Zie nogmaals een herhaling en dan is het Marco Posma die goed inschiet. En dan de bovenhoek ziet op de vanghand. En dan is Jacob van Duin gepasseerd voor de 1-0 naar 5 minuut 12. Zie nu even de druk van Amsterdam op het doel van Sjoerd Itzinga. Toch komen de Flyers eruit. Goede paas van Brent Jansen naar Demeline, zodat hij het aanvalsvak binnen kan komen. Kan er net niet Brent Jansen weer bereiken. Nu weer Amsterdam met de overname. Den Edel kan dan het aanvalsvak inkomen. Moet dan afgestopt door overwegen. Zo komt Amsterdam eruit. Quist helemaal vrij bij de tweede paal. Krijgt hem dan niet tussen de palen van Sjoerd Itzinga. Dan nu wel een goede save van diezelfde Itzinga op de inzet van Daniel Lam. Quist terug naar Catan. Schot uit de tweede lijn geblokt door Marco Posma. Krijgt ook de controle. Speelt hem dan diep weg en dan is het Ronald Wurm die
erachteraan mag. Nog steeds Ronald Wurm. Paas wordt eruit gehaald en dan komt het vak Amsterdam het vak uit. En is het Limnel die dan meteen weer oppikt. Slordige uitverdediger van Amsterdam resulteert in de kans van Turcotte. Weer een goede save van Van Duin. Bakker kan dan wegwerken. En dan is het Turcotte die de puck gaat oppikken bij Itzinga. Wordt onder druk gezet door Pruden. Via Jansen en Nijland komen de Flyers er dan uit. En wel de overname nu van Amsterdam. Zodat ze een nieuwe aanval kunnen proberen op te zetten. Paas van Bettelings voor de goal. En dan is het daar... Hogeraad die over het doel van Itzinga schiet. Wel weer Hogeraad die opgepikt heeft. Limnel kan uitverdedigen. Valentijn Bouten, Demeline. Zo komen de Younes Flyers dan weer in het aanvalsvak. Goed terugverdedigen van Demeline, zodat de man bij de tweede paal niet kan afronden. Schot van de tweede lijn van Bakker gaat dan voor de goal langs. En dan nu toch de Younes Flyers weer met Posma. Dan is het Ronald Wurm die te vroeg het aanvalsvak binnenkomt. En dan is het offside. Krijgen een face-off in het neutrale vak. Amsterdam komt wat meer in de wedstrijd en lijkt even wat sterker dan de Younes Flyers. Ja, je ziet steeds meer druk op de goal van Sjoerd Itzinga. Een paar goede kansen van Amsterdam gezien en... Ook een paar misverstandjes in verdedigend opzicht dan bij de Younes Flyers. En ja, goed, het resulteerde toch in een paar goede kansen. En ja, dan kun je toch zien dat Amsterdam toch veel een stuk beter in de wedstrijd komt dan de eerste 5 minuten. Amsterdam zoekt weer de aanval met Hogeraad. Verliest dan wel de puck. Nu Den Edel, Ronald Wurm. Speelt aan de andere kant, Posma. Ronald Wurm schot dan geblokt door Catan. Wordt net niet Marcel Kars bereikt, zodat er de Younes Flyers kunnen overnemen. Posma. Paas komt dan net niet aan bij Van Alderen, maar die jaagt dan wel door. Resulteert dan weer in puckbezit. Nu Ronald Wurm. En dan weer een goede save op de inzet van Wurm van Jacob van Duin. Schot van Turcotte gaat dan net naast de goal van Van Duin. En dan is het Turcotte die net niet de puck in het aanvalsvak kan houden. En dan komt Amsterdam er even lucht happen. Kenny Welles gaat de aanval weer opzetten achter de goal van Itzinga. Van Aalderen komt dan het aanvalsvak binnen. Krijgt dan wat hulp van... Mark Nijland, maar toch zit u Amsterdam die kan wegwerken. Weer Welles die oppikt. Speelt meteen diep naar Nijland. Tindumpen van Amsterdam resulteert weer in puckbezit voor Turcotte. Nu dan Nijland.
Demmeline Jansen. Kan hem alleen het aanvalsvak inbrengen. En dan is het Katan die kan wegwerken. Postma neemt weer over in het neutrale vak. Komt dan net niet Bakker voorbij. Die werkt dan weg. En dan is het Sjoerd Itsega die de puck kan klaarleggen voor Niels van der Vossen. Meegeven Piepelimnel. Den Edel. En dan is de puck in de bank terechtgekomen van Amsterdam. Krijgen opnieuw een face-off in het neutrale vak. Face-off met Josh Pruden en Marco Postma. Face-off winst voor de Younes Flyers. Nu dan Limnel. Kan Ronald Wurm bereiken. Die komt het aanvalsvak binnen. Kan er net niet zijn man voorbij. Olivier Leenders. Overname nu met Josh Pruden. En dan is het Kars die iets te vroeg... Binnen het aanvalsvak is offside, nieuw face-off in het neutrale vak. Wederom face-off winst voor Marco Postma. Nu dan Hoekstra, weer Postma. Bereikt dan Ronald Wurm. Jonas Vlijs die de puck rondspelen achterin. En dan is het via Marco Postma nu dan dat ze eruit kunnen komen. En dan is het het indumpen van Postma op Van Duin die vasthoudt. En dan nieuw face-off aanvalsvak Jonas Vlijs. Ja, je zou daar duidelijk dat de jongens graag een wissel wouden hebben. En dan is op zich een schot op goal natuurlijk al, zou het buiten het vak zijn, nooit verkeerd. Zorgen dat je een man na de goal hebt, dat de keeper hem vast moet houden. Kun je een wissel plegen, heb je ook een face-off in het aanvalsvak. Dus op zich prima actie van Marco Postma. Slim gedaan. Amsterdam heeft wat moeite om het vak uit te komen. Nu duel aan de boarding met onder andere Van Aalderen. Puk blijft er netjes tussenin liggen. En dan is het uiteindelijk toch Amsterdam die er vanuit kan met Van Duin. Stuit het de puk heel raar op. En dan het schot van Berteling. En dan de 7-2 van Sjoerd Itsinga. Ja, er was een klein foutje van Niels van der Vossen. En die puck die sprong natuurlijk een beetje raar op. Kreeg hem niet onder controle, waardoor hij over de stick heen ging. Zo op het blad van Julian Bettling. Ja, die puck die lag nog steeds niet vlak. Dus dan wordt het dan ook een heel lastig schot voor Sjoerd Itsinga. Dus hij zag hem zelf ook een beetje om zich heen kijken. Zo van, oh, waar ligt hij nou? Maar hij had hem gelukkig tussen de leggets. En goede redding. En was ook eigenlijk best wel goed schot. We krijgen opnieuw een face-off in het aanvalsvak van de Amstel Tigers. IJsing. En we gaan dus helemaal weer terug waar we waren, alleen aan de andere kant van de baan. Face-off met Tony Demmeline en Daniel Lam. De gelukje komt hier dan bij Valentijn Bouten. Die kan er dan uitkomen. Speelt de puck die hem achter de goal. En dan wordt hij daar opgepikt door Overweg. Wordt de puck aangeraakt in de bank van Amsterdam. Zodat hij binnen de baan blijft. Maar goed gezien door scheidsrechter De Wilde. Nieuwe face-off in het neutrale vak.
Turcotte kan net niet bij de puck omdat Bakker daar iets eerder bij is. Amsterdam, lange paas van achteruit. Komen ze het aanvalsvak in. Nu dan met Catan. Lam. Is het toch de overname van de Younes Flyers. Alleen is het Van Musser die snel kan overnemen. Nu dan Catan. Paas van achteruit komt niet aan bij Den Edel. Dan is het Bakker die kan overnemen. Via Catan komt Amsterdam er dan uit. Wordt alleen ingedumpt dan Van der Vossen. Moet het wel aangaan met Pruden en Kars. Komt hij dan wel als winnaar uit. Alleen in het neutrale vak staat Amsterdam dan weer de puck op te wachten. Komt een nieuwe straf aan dit weer voor de Younes Flyers. En dan is het na 15 minuten 41 een crosscheck tegen Lars Den Edel. Hij was iets te enthousiast met de check geven. En hij zag hem duidelijk erin gaan met intentie om een goed hart te raken. Ja, hij hield twee handen aan de stick. Misschien liet hij daarna wel de hand, één hand los. Maar hij zat nog steeds redelijk hoog met zijn handen bij het hoofd van de tegenstander. En een terechte straf. En we zullen zien wat de powerplay dit keer kan te werk brengen van Amsterdam. Vesel vindt het met tweede paal. Jos Puren. En dan is het meteen raken na 8 seconden in de powerplay. En dan is het 1-1. Nou ja, dat was dus heel snel antwoord op de, hè, wat ik zei. En ja, goed, dat is wel weer de klasse van Pruden. Neem niet weg dat het gewoon een hele knappe paas is van de blauwe lijn. Precies op zijn stick. Hoeft het blad maar een beetje schuin te krijgen. Nou, je ziet het in herhaling. Zelf neemt hij de face-off. Ja, blijft daar een beetje liggen. Speelt hem natuurlijk ben achter hem met zijn schaatsen. En de Kars die krijgt hem bij de krijgt hem weer terug daar. Dan zie je dat de Flyers helemaal uit positie zijn. En nu zijn ze helemaal weg en dan staat hij op een perfecte positie daar om ja, goed, alleen de stick tegen het blad, of de blad tegen het puck aan te krijgen. En hij hangt erin. Knappe goal. Nu dan 2-1 voor de Flyers met Demeline en Brent Jansen. Maar het is Demeline die de Younes Flyers weer snel op voorsprong zetten. Ja, dat is een goed, dat is het beste antwoord wat je kan krijgen op een tegengoal. Is snel tegen of weer zelf een goal maken. Goede actie, mooie breakout. En hier Jansen die ziet dat Demeline sneller is. Dus die geeft de paas af. Heel knap. Goed gekeken van is de paas mogelijk. Nou ja, je ziet dat de verdediger in het midden blijft, dus dan is de schot altijd goed en hij plaatst het perfect in de bovenhoek. Dan is het na 16 minuten 16 weer een voorsprong van de Younes Flyers. En dan maakt hij Tony Demeline de tweede voor de Younes Flyers. Face-off in het aanvalsvak van Amsterdam. Den Edel kan er proberen uit te komen. Krijgt de puck niet goed onder controle. Zodat Amsterdam in het aanvalsvak blijft. Goal van Sjoerd Itzega is wel helemaal los. Krijgen een nieuwe face-off in het aanvalsvak van Amsterdam. Face-off wordt gewonnen door Posma. Is het Hoekstra die doorspeelt. Dan is het Roald Wurm die vrijkomt. Wordt dan goed gehinderd door de verdediging van Amsterdam. Zodat hij niet
in scoringspositie kan komen. Amsterdam komt er direct uit. Laag schot, goed weggewerkt door Itzega. Nu dan Posma. De puck toch weer ingebracht door Betteling. En dan is het Mark Hoekstra die weer oppikt. Vindt dan Van Aalderen. Posma met een slimmigheidje kan hij eruit komen. Wordt dan meteen onder druk gezet. Het resulteert uiteindelijk in puckverlies. Alleen goede verdedigende actie van Turcot. Van Musser. En dan wordt er afgefloten en dan is het mij niet helemaal duidelijk, Erik. Er ligt een speler van Amsterdam geblesseerd op het ijs. We konden niet goed zien van waar hij nou tegenaan kwam. Als hij nou tegen het deurtje aankwam of gewoon hard tegen de boring. Ligt iemand in ieder geval op het ijs. We zien ook al de verzorging erbij en wat spelers van Amsterdam zelf. Dus we gaan even afwachten wat daar... Het is dan waarschijnlijk gebeurd in de actie met Aldo van Aalderen. Die gecheckt werd door een speler van Amsterdam. We kunnen niet zien wie het is. Dat zal misschien nu wat duidelijker worden. Maar het lijkt Daniel Lam. Ja, die gaat wel van het ijs af toch, denk ik, uit voorzorg om even te kijken van wat er... Het lijkt iets met zijn knie, enkel of in ieder geval met een van zijn benen te hebben. Zo straks een hele paar mooie acties gezien van die jongen waar ook een paar kansen uitkwamen. Dus ja, eigenlijk is het wel zonde voor de wedstrijd dat hij er nou af moet. Wie weet dat hij de tweede periode weer terugkomt, maar uit voorzorg zal hij nu even nagekeken worden in de kleedkamer. Wat blijft staan is dan de face-off in het centerijs van Pruden en Demmelinen. Amsterdam kan dan inbrengen met Catan. Sjoerd Itzega legt klaar voor Limnel. Brengt hem naar de zijkant. Alleen is het daar Kars schot vanuit de tweede lijn. Rebound weggegeven door Itzega. Pruden kon er niet bij. Nog wel een inzet van Kars. Nog steeds Amsterdam. En dan is het Limnel, vierde boarding en Brent Jansen. Komen ze eruit, wel weer de overname van Amsterdam. Turcot kan dan net niet Valentijn Bouten bereiken. En dan is het een icing call. Gaan we weer terug naar het verdedigingsvak van de Unis Flyers. Face-off met Demmelinen en Bettelings. Amsterdam kan dan puck nog inbrengen. Dan wordt hij opgepikt door Turcot. Brent Jansen. Kan dan niet het verdedigingsvak uitkomen. Nu komen de Flyers er wel uit met Nijland. Goed schot. Ook een... Goede reactie van Van Duin. Nog steeds de Unis Flyers met in dit geval Kevin Nijland. Mark Nijland terug naar Limnel. Hard schot. En dan via de blokker van Van Duin naar de zijkant gewerkt. En dan gaat de puck over het glas bij de actie tussen Turcot en Barrette. En dan krijgen we een nieuwe face-off, ditmaal in het aanvalsvak van de Unis Flyers. Face-off winst voor Kwist en dan kan Amsterdam proberen eruit te komen. Met dezelfde Kwist. De puck van achteren naar voren gebracht. En dan is het Den Edel die zich opoffert om het schot van Catan te blokken.
Dan is het Hoekstra die het laatste werk doet. En dan hebben we nog een kleine 25 seconden te gaan in deze eerste periode. Amsterdam nog één. Katan. Overname van Hoekstra. Van Aalderen. En dan probeert nog Nijland te bereiken. Dat lukt dan net niet. Kan hem wel weer oppikken. Laatste seconde tikken weg. Van de Vossen. Posma. En dan zit de eerste periode erop. Younes Vlaaien staan 2-1 voor. Maar het is nog niet je van het. Nee, het is nog niet dat je zegt van echt sprankelend. Ja, goed, wel 2-1 voor. En er is nog wel wat te bespreken in ieder geval in de pauze. Amsterdam werkt gewoon hard. Je ziet wel dat ze minder kwaliteit hebben. Ze hebben natuurlijk met die twee ervaren spelers, Kars en Pruden, nog wel twee hele gevaarlijke aanvallende spelers. Wat ze wel missen is een Dax van der Velde die een eerste paas van achteren kan geven. Zodat die aanval een beetje soepeler loopt. En ja, Flyers op sommige momenten rommelig. Op sommige momenten ziet het er redelijk uit. Maar er is zeker ruimte voor verbetering. En ja, goed, hopen dat we dat de tweede periode kunnen zien. We zullen het wel draaien in de tweede periode zien. En dan zullen we ook weer kijken als Daniel Lammer weer bij is. Toch een van de spelers die erg opvalt bij Amsterdam. We zullen het weldra weer gaan zien. We gaan eerst even het ijs weer opdweilen. Aangeschoven is Henk Hoekstra, de voorzitter van Younes Flyers. Henk, wat doet een voorzitter van een ijshockeyvereniging in de zomer eigenlijk? Verven. Nee, we hebben dan druk om te kijken. Er zijn een aantal die zijn met team bezig. Er zijn een aantal die zijn met de sponsoring bezig. Ja, goed, maar we hebben wel natuurlijk een vakantieperiode, dat is helder. Maar het is wel zo, je bent in die periode druk bezig om alles weer zodanig neer te zetten dat alles als er ijs is, dat we kunnen beginnen. Het was wat later dit jaar. Ja, goed, we hebben te maken met de verbouwing van Tialf. En verbouwing creëert altijd onhebbelijkheden, onmakkelijkheden. En daar hebben we mee te maken gehad. We hebben het tussentijd kunnen oplossen om in Leeuwarden te trainen. En we hebben daar één wedstrijd kunnen spelen. Want ik wou ook absoluut niet meer dan één wedstrijd te spelen. Want Tialf is ons huis. En dat zie je ook, vanavond zijn er toch weer zo'n 1200 man. Dan zie je toch wel dat het toch leeft. Voor een eerste thuiswedstrijd. Een eerste thuiswedstrijd, daar ben ik heel blij mee. En, maar goed, natuurlijk Amsterdam, een paar oude bekenden, Pruden. Alhoewel hij scoort dan wel weer in de verkeerde goal. Ja. Maar goed, dan is het goed om te zien dat het toch hier leeft. Vorige week tegen Groningen hadden we 600 man daar in Leeuwarden. Op zich ook niet weinig, maar goed, dit is toch mooi. Dus, en we hebben natuurlijk veel meer, straks meer capaciteit voor de sponsors. En, De tenten die zijn van het toneel verdwenen. We zitten nu weer in de binnenruimte. Ja, klopt. De businessruimte is nog 2 weken en is compleet ingericht. Maar goed, we kunnen vanavond al terecht. Dus het is al een stuk verbetering. Je kan gelijk weer naar de tribune toe. Ja, goed, en dat verhoogt de sfeer natuurlijk wel. Dus, voor de supporters daarachter straks? Ja, dan komt de ijshockeybar, die komt daar. Die wordt helemaal ook met de ijshockeysfeer ingericht. En die wordt iets kleiner dan in het verleden, omdat hij vrij groot was in het verleden. En hij wordt een teamer, maar hij was straks wel gezellig. Wanneer is die klaar? Is ook met 2 weken, moet hij klaar zijn, 2 weken. Dan zitten we helemaal terug op het oude nest. Dan zijn we weer helemaal, is iedereen weer blij dat hij hier is. Ook die materiaalman, want die elke training met zijn campertje naar Leeuwarden moest. En materiaal meenemen, ja, dat gaat natuurlijk niet in de koude kleren zitten, dat is helder. Stapje verder. IJshockeyhal renovatie? Daar wordt over gesproken bij een aantal mensen. Goed, wij als ijshockeyclub hebben daar op dit moment nog geen, daar zitten we er niet tussen. We hebben dat wat op het niveau gedaan van directie Raad van Commissarissen van Tialf. Maar goed, we hebben een hele mooie hal. Als je in Nederland kijkt, dan is dit misschien wel een van de mooiste ijshockeyhallen. Maar als je onder de tribunes komt, dan kun je wel zien dat het langzamerhand eens een keer een upgrading nodig heeft. En hopen dat dat een keer gaat gebeuren. Dat wachten we af. Henk, bedankt voor jouw reactie nu. Wij gaan even naar de boodschappen en daarnaast gaan we verder met de tweede periode. Na de tweede periode heb ik assistenttrainer Dennis Greur hier bij me. Veel plezier straks.
Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. People think I'm driven. But if they'd look closer, they'd realize there's nothing I love more than playing hockey. I'm Sidney Crosby, and I'm made of hockey. Ga voor de beste service en de mooiste deals naar uw Citon-vestiging. De Alpendealer van Drachten en Heerenveen. En de Hyundai-dealer in Sneek. Citon, welkom. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. IJzerhandel Raadsma staat voor een krachtig assortiment, solide vestigingen en uitstekende service. Raadsma. IJzersterk en toch buigzaam. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo gim ken de stoere man hun werk kwam. Als ik grijp in, wil ik iks aanwijzen. Hij maakt een tikken en het heerst door de machines en werkt op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Superda. Clear.
Welkom terug, dames en heren, hier vanuit het Tiel Stadion in Heerenveen. Waar de wedstrijd tussen Younes en Flyers Heerenveen, de Amstel Tigers, gespeeld wordt. Na de eerste periode leiden de Younes Flyers met 2-1 door doelpunten van Tony Demeline en Marco Posma. En het tegendoelpunt werd gescoord door oud-flyer Jos Poelen. Zagen halverwege de eerste periode Daniel Lem geblesseerd het ijs verlaten. Het is even afwachten als hij ook weer terugkeert. En, onze rapper-reporter Erik Lamban is hier weer te plaatsen. Heb jij nieuws over Daniel Lam? Nee, ik heb nog geen nieuws over Daniel Lam. Maar ja, goed, zien we hem terug op het ijs? Heb jij hem gezien? Ik heb hem nog niet gezien eigenlijk, dus... Gaan we ervan uit dat hij niet weer terugkeert deze wedstrijd. En dat is aan de ene kant wel zonde, want het was wel een creatieve speler voor Amsterdam. En ja, goed, mocht er straks nog berichten komen, dan gaan we dat zeker even melden. We zien dat iedereen klaar staat voor het begin van de tweede periode. Nu de klok nog helemaal klaar en dan kunnen we de wedstrijd weer gaan hervatten. De eerste VOS zelf van de periode wordt gewonnen door de Younes Flyers. Nu dan Valentijn Bouten. Amsterdam probeert weg te werken. Schot vanuit de tweede lijn bij Turcot. Wordt dan weggewerkt door Van Duin naast de goal. Wel weer Demeline, alleen raakt hij de puck kwijt aan Kwist. Knullig pukverlies aan Pierinen. Nu dan Limnel, hard schot. En dan een goede save van Van Duin. Ja, knap om daar zo van de offside, zeg maar, zoals het heet, van de verkeerde kant, zeg maar, de one-timer te doen. Dus het was een knap schot van Limnel. En de keeper die stond goed op te letten. Een mooie vanghand save. En we zijn los, 30 seconden. Een mooie eerste kans. En we gaan zien wat deze tweede periode gaat brengen. Face-off met Pruden Posma. Katan die een puck bezit komt. Kan alleen wegwerken tot aan de blauwe lijn. Dan wordt hij daar opgepikt door Ronald Wurm. Packet pass aan de andere kant. En dan een schitterend doelpunt van Lars den Edel. Ja, heel erg mooi. Ook een heel goed overzicht van Ronald Wurm om die pass aan hem te geven. En hij maakt het echt perfect af. Hele mooie goal. Mooi een dakje. Keeper kansloos. En dan is het naar 49 seconden in de tweede periode. 3-1. Hier nogmaals de paas van de backhandpaas van Ronald Wurm. En dan is het Lars den Edel die goed de vierde onderkant lat afrondt. Petlings naar Leenders. In dump overname met Limnel. Stond de schepping van Amsterdam. Alleen kunnen ze niet de controle krijgen over de puck. Nu dan Turcot. Geeft mee aan Limnel. En dan is het net aan offside. Zodat Limnel niet verder kan. Ja, dan was hij. Hij moest wel die beweging maken natuurlijk. Hij was op volle snelheid. Die verdediger die stapte hem daarop. Moest die beweging maken. Het was een beetje een kritisch punt zo rond de blauwe lijn. Ja, als dan een andere speler net iets te vlug is, omdat hij denkt van hij gaat er eerst over de blauwe lijn. Ja, dan sta je al snel offside. Dus. Face of winst voor Marco Posma. Nu dan Ronald Wurm moet even terugdraaien. Vindt dan wel weer Posma alleen. Springt dan de puck van zijn blad af. Overname van Amsterdam. Kwist. Posma.
Vanaf de blauwe lijn faked het schot en maakt aan de beweging. Dan probeert hij Den Edel te bereiken voor de goal. Lukt dan net niet. Wel nog steeds het puckbezit. Schot van de tweede lijn. Wordt dan naar de zijkant gewerkt. Dan is het nu de wel met Posma. En dan is het uiteindelijk het wegwerken van Amsterdam. En dan is het Van Musser die eruit kan komen. Alleen komt hij dan Ronald Wurm tegen. Die er dan tussen kruipt. Puckbezit voor de Younes Laiers. Den Edel. Hoekstra werkt dan weg in het neutrale vak. En dan is het nu de overname met Leenders. Kan alleen diep wegspelen. Omdat hij onder druk wordt gezet door Valentijn Bouten. Brent Jansen. Vindt dan Demeline. En dan Valentijn Bouten. Met een uiterste inspanning brengt hij de puck nog naar de goal. Is het Van Duin die er nog goed tussen zit. En dan krijgen we een face-off in het aanvalsvak van de Younes Flyers. Jacob van Duin houdt de puck vast. 3 minuten 14 gespeeld in de tweede periode. Face-off winst voor de Younes Flyers. Schotje van Limnel door Van Duin naar de zijkant gewerkt. Nijland pikt op. Nu dan Kevin Nijland. Het uitverdedigen van Amsterdam met overweg. Zet dan de Turcotte in stelling en die schiet dan Van Duin overhoopt. En dan is het Mark Nijland die een doelpunt maakt. En dan is het via het lichaam gescoord volgens Martin de Wilde. En dan gaat deze goal waarschijnlijk niet door. Nee, die, nou ja, goed, we hebben geen camera's boven de goal of die dat kunnen... opnieuw kunnen laten zien. Wij kunnen het hier wel zien natuurlijk. Je ziet de herhaling. Een goed schot van de blauwe lijn. Puck schiet terug van de keeper. Ja, ja. Het is lastig te zeggen. Want ja, op zich, de speler die van Amsterdam die schiet hem tijdelijk tegen de speler van Heerenveen aan. En het is niet zozeer dat hij een bewuste beweging maakt om hem erin te schoppen. Het was meer een flipperkast effect. Dus ja... Het is een beetje wat in het midden moet blijven. Ik denk dat eigenlijk de goal gewoon geteld had moeten worden. Maar goed, ik weet niet als er nieuwe regels... Nou ja, goed, het was geen bewuste, beweging van de speler. Wordt nu wel omgeroepen. Ja, goed, je kon duidelijk zien in de herhaling dat de speler van Amsterdam die schiet hem gewoon tegen de speler van aan. Hij maakt niet een beweging, hij gaat in dezelfde richting wat hij deed. Dus ja, dat had gewoon eigenlijk een goal moeten zijn. Maar ja, goed, het is niet anders. En klaar. En we gaan gewoon weer verder met een 3-1 stand. Is het nou wel handig om van Martin de Wilde dan nu uit te leggen waarom die goal afgekeurd wordt? Ja, tuurlijk. Want anders blijft het ook een beetje in het midden liggen. En goed, waarschijnlijk dat Mike Nason ook die twijfels had dat eigenlijk de goal geldig gaat moeten verklaren. Dus dan is het goed dat hij eventjes de uitleg geeft van nou hoe hij het gezien heeft. Ja, goed, daar kun je natuurlijk nu over... heel lang over discussiëren. En, hij heeft hem gewoon afgekeurd en meer is niet. En klaar, we gaan verder. We zijn inmiddels verder en dan is het een offside call voor Amsterdam. En dan krijgen we een face-off in het neutrale vak. Face-off winst voor de Younes Flyers en dan... Is het via Den Edel het aanvalsvak in, kan er binnenkomen. En, heeft dan Ronald Wurm, die wel eigenlijk zo wat op de doellijn staat, probeert hij toch te schieten. Nu dan Marco Posma achter de goal langs. Bij de tweede paal Ronald Wurm helemaal vrij. Maar alleen Catan raakt de puck dan met de schaats, zodat Wurm niet lekker in puckbezit kan komen. Nu dan vanuit de tweede lijn. Schot wordt dan geblokt en dan is het Van Musser die eruit kan komen. Amsterdam nog steeds in het aanvalsvak. Alleen de puck nu achteruit gelegd. En dan staat daar Ronald Wurm. Backhand en dan schitterende save van Jacob van Duin. Ja,
Ja, dat is een hele knappe redding. Ja, goed, we zien hem nou ook al door de knie ging. Dat had hij bij de volgende actie, in deze shift, daar blesseerde hij op een of andere manier. Maar hij bleef wel staan en je zag dat hij al toen een beetje aan het hinken was bij de goal. Maar ja, goed, er kwam op een gegeven moment weer de tegenstoot met Wurm en met Marco Post. Maar hier zie je weer een herhaling. Trouwens, een hele mooie paas van Ronald Wurm. Je kan duidelijk zien dat hij zijn hoofd omhoog heeft. Kijk waar de ruimte is om hem langs te pasen. En geeft hem dan mooi hard over het ijs. En ja, goed, dat is het enige wat Marco kan doen. En ja, perfecte redding. Hele mooie redding van de keeper. Het lijkt erop dat Van Duin inderdaad blijft zitten. Dat hij last van zijn rug heeft. Zie hem ook zijn rug wat strekken zo net. En, ja, het zou voor Amsterdam een aderlating zijn dat hij ook niet verder kan. Nee, hij keept een goede wedstrijd tot dit moment. Maakt mooie reddingen, staat goed in de goal, goed in positie. En we zien ook een speler teruggaan. En als het zover komt dat de reservekeeper erin moet, dan is dat zeker een aderlating voor Amsterdam. Ja, het is moeilijk te zeggen waar het nou aan ligt. Is het nou een verdraaiing van knie of iets dergelijks, of is de rug? Of... Nou ja, goed, hij gaat in ieder geval nog wel verder, dus dat is alleen maar goed. En we gaan kijken hoe lang hij het volhoudt. Kijk ook even richting de bank van Amsterdam. De backup goalie maakt wat bewegingen, maar ik zie nog niet echt aanstalten dat hij zich ook echt helemaal warm gaat maken. Inmiddels face-off genomen, de Unisla is in het aanvalsvak. Nu dan Brent Jansen achter de goal langs. Probeert het dan bij Valentijn Bouten. Komt dan net in de puck bezit, dan is het Josh Pruden die kan overnemen. Limnel. Brent Jansen. En dan is het Overweg die achter de goal langs speelt. Opgepikt door Demeline. Nu dan Valentijn Bouten achter de goal. Krijgt dan hulp van Brent Jansen. Dan is het Bouten die weer de puck bij Brent Jansen de hoek in stuurt. Zijn beurt weer Bouten de hoek in gestuurd. En dan nog steeds de druk van de Unisflyers nu met Tony Demeline. En dan nu toch de paas van Pruden het vak uit. En dan is het Jansen die weer... Nu dan Demeline geeft mee aan Limnel. En die plaatst hem heel mooi op de lat. Maar dat is niet de bedoeling. Dan het wegwerken Overweg. IJsing wordt weggewoven omdat Marcel Kars eerder bij de puck is dan de verdedigers van de Unisflyers. En dan is het Van Aalderen die goed zijn lichaam gebruikt. Zijn schot op de benen. Nu dan Turcotte. Zoekt dan Kevin Nijland voor de goal. Zit dan een speler van Amsterdam tussen. Kevin Nijland terug naar Mark Hoekstra voor de goal. Mark Nijland kan er dan niet bij omdat Leenders er goed tussen zit. Zien nu wel de wat lichtere jongens van Amsterdam met ijs op. Nu dan wel de uitbraak. En dan komt er een straf aan ten opzichte van Amsterdam lijkt het. Maar we zien ook Jacob van Duin toch naar de kant gaan. Even kijken wie de straf heeft. Volgens mij heeft Amsterdam gekregen de straf. En we zien wel dat Jacob van der Duin dus naar de bank toe geschaatst en aangeeft van nou ja. Hier, ik denk dat hij nu ook van het ijs af gaat. En... Ja, volgens mij zal hij moeten, want hij is over de middenlijn geweest. Dus dan zal hij of in de bank moeten plaats gaan nemen of inderdaad van het ijs af gaan. En het laatste is het geval... Ja, het is toch wel zonde voor de wedstrijd. Jacob van Duin stond gewoon goed te keepen. En dan zal hij vervangen worden door Danny van Rijswijk. Ja, dat zeg je nog wel. Maar er staat een andere naam op het shirt. Dus ja, goed, we gaan nog eventjes afkijken welke keeper er nou werkelijk in de goal staat. Danny van Rijswijk hebben we hier op ons programmaboekje. Alleen er staat op dit moment een andere keeper... in de goal. Dus ja, we gaan het zien. Die jongen die komt er natuurlijk koud in. Dus het is voor de Flyers wel
zaak om, goed, die fan zoveel mogelijk te bestoken met pucks natuurlijk. Want ja, hij heeft nog niet echt kunnen warm draaien in deze wedstrijd. Dus ja, dat misschien een voordeeltje voor de Flyers. Daarbij hebben de Younes Flyers ook nog de powerplay. Het is Olivier Leenders die 2 minuten krijgt. Younes Flyers zet erop met Turcotte. Terug naar Ronald Wurm, Marco Posma. Weer Wurm, wat dan op de backhand ingespeeld. Kan niet de controle vinden voor het schot. Nu dan nog wel de opzet met Wurm. Posma. Weer Wurm op de zijkant. Het is het geduldig rondspelen van de Flyers. Nu dan het schotje van Wurm. Maar wel weer opgepikt door de Younes Flyers. Terug naar Marco Posma. En dan een vlammend schot en dan een goede save van voor ons nog onbekende doelman. Ja, ja. Maar goed, wel een Borgman staat er achter op zijn shirt. Maar goed, dit is wel lekker voor zo'n keeper natuurlijk dat hij het eerste schot. Hard schot van Marco Posma van de blauwe lijn. Rustig hebben ze gewacht tot hij vrij kon spelen. En dan is het wel lekker voor zo'n keeper dat als je er net in staat dat je hem tegenhoudt en ook klemvast. Face of winst voor de Younes Flyers. Brent Jansen aan de zijkant. Temmeline terug naar de blauwe lijn. Hoekstra, Limnel. Het is weer het rustig rondspelen van de Flyers. Op paas van Jansen eruit gehaald. Wel weer nog steeds het puckbezit van de Younes Flyers. Nu dan met Limnel. Hoekstra. Brent Jansen houdt dan wel de controle over de puck. Temmeline. Puk naar de zijkant, weer opgepikt door Demmeline. Limnel. Harde schot op de stick van Borgman. En dan is het Amsterdam die kan wegwerken. En dan tik ook de laatste seconde van deze powerplay weg. En dan heeft Younes Flyers 2 hele grote kansen kunnen creëren. En dan is het nu de paas van Limnel achteruit die niet aankomt. Icing. Terug naar het verdedigingsvak bij Sjoerd Itzega voor de face-off. Ja, je zegt wel dat de Younes Flyers goed de puck rond lieten gaan. Waar ze wel heel veel naar op zoek waren. Wat we zagen was toch die paas door het midden. Ze gingen een paar keer goed omhoog naar Pieper Lunel in het midden van het ijs. En dan zakken ze weer naar beneden naar een Mark Hoekstra. En die probeert dan door het midden een speler op de off-wing te vinden. Ja, dat lukte een aantal keren niet. En daarna hadden we wel een schot wat wel gevaarlijk werd. Dus ja, goed, je moet op een gegeven moment kijken van wat de mogelijkheden zijn. En als je mensen voor de goal hebt, dan moet je hem gewoon keihard op die goal knallen. En, dat is jammer. Mooie actie van Marco Posma op de paal. En dat had een beter lot verdiend. Zien de Younes Flyers weer een aanval opzetten. Doen dat met Den Edel. Wordt dan ook offside gegeven. Moet dan iedereen eerst weer helemaal terug. En dan kan Amsterdam rustig uitverdedigen met Katan. Komen ze het aanvalsvak in. Puk achter de goal bij Itzinga. Is het Bretten die er net niet bij kan. En dan komen de Younes Flyers er weer uit met Posma. En dan is het vierde stik van overweg dat hij het de tribune opgaat, dan krijgen we een nieuw face-off in het neutrale vak. Face-off met Pruden en Demmeline. Gewonnen door Pruden, nu dan Leenders. Van der Vossen raakt dan de puck kwijt. Nu dan Marcel Karras achter de goal. Meteen onder druk gezet door Mark Hoekstra. En dan verliest hij de controle. Valentijn Bouten kan er dan uitkomen. Schotje voor de goal langs. En dan
Nog een goed schot van Brent Jansen. Maar meteen weer de druk van de Younes Flyers. Zodat ze weer in puckbezit komen. Nog in het aanvalsvak. Leenders probeert nu weg te werken. Lukt niet Jansen. Crosspaas komt dan net niet aan bij Hoekstra. Omdat Marino Bakker daartussen zit. Weer de Younes Flyers. Demeline. En dan Borgman wat weifelend met de vanghandschoen. Brent Jansen. Leenders zit hem op de huid. Demeline probeert naar binnen te draaien. En dan Toussiet pakken dat. En dan kan hij zijn sticker tussen leggen. Puk het aanvalsvak uit. En dan een nieuwe aanval opgezet met Hoekstra. Nijland. Van Aalderen. Weer Mark Nijland. Crosspaas Turcot. En dan het harde schot via de stick van Borgman over de goal. Rebound opgepikt door Van Aalderen. En dan komt er een straf aan tegen Amsterdam. En dan interference wordt er gegeven. Aan Leenders. Wederom Leenders. Ja, dat zinderde hem niet echt helemaal wat daarvoor gebeurde blijkbaar. En ging even achter de man aan en gaf een check. Terwijl de puck helemaal niet in beeld was. Dus ja, dat is een interference call van Martin de Wilde. Dus Leenders voor 2 minuutjes op de bank. En we hebben ook wat bericht over Daniel Lam. Die zien we hier verderop op de tribune zitten met een groot pak ijs op zijn enkel. Dus die heeft waarschijnlijk bij zijn val tegen de boring zijn enkel verstuikt. En is daardoor uit de wedstrijd geraakt. Dus Daniel Lam zien we niet meer terug deze wedstrijd. Younes Flyers gaan naar de tweede powerplay. Goede check overigens van Overweg op Den Edel. Ronald Wurm komt dan het aanvalvak in. Probeert dan het op te zetten met Marco Post. Maar weer Ronald Wurm probeert naar binnen te komen. Het schotje van hem gaat dan voorlangs. Wel weer opgepikt door Turcot. Nijland, Turcot. Kan alleen diep spelen. Daar is dan Den Edel. Is het Overweg die probeert weg te werken. Op de blauwe lijn is het dan Turcot die dan binnenhoudt. Vindt dan Nijland op zijn beurt weer Den Edel. En dan probeert Amsterdam eruit te komen. Dat gaat dan ook Luca nu met Pruden. Die hem diep weg speelt. En dan is de puck weer bij Sjoerd Itzga. Die klaarlegt voor Turcot. Hij is weggewoven. Van Duin werkt dan weg. Turcot. Schot geblokt. En dan Van Duin via de schouder. Nu dan Valentijn Bouter speelt. En in achter de goal bij Brent Jansen. Laat hem lopen voor Demeline. Weer Jansen. Probeert dan Demeline voor de goal te vinden. Dat lukt dan niet. En dan is het Julian Berteling die dan kan wegwerken. Brent Jansen, Limnel. Kan het aanvalsvak binnenkomen. Komt er net niet Van Duin voorbij. Die speelt dan rustig weg. En daar komt ook Leenders meteen er gevaarlijk op. Berteling en dan een goede redding van Sjoerd Itzinga. Wel komt de Younes Flyers eruit met Demeline. En die schiet hem dan wel binnen. En dan is het in plaats van 2-3 met de grote kans van Bettelings. Meteen raken aan de andere kant. En dan lijkt de wedstrijd daar nu nagenoeg wel beslist door de 4-1 van Tony Demeline. Ja, daar kun je wel van uitgaan. Hier zien we de herhaling. Hij schaatst hem eigenlijk van end-to-end. Hij heeft hier de ruimte. Kan een beweging maken in het neutrale vak. Dan schaatst de Valentijn Bouten voorbij. En hij gaat op zijn voorhand. Dan zie je de verdedigers die zijn een beetje die twijfelen. En die hebben eigenlijk geen goede combinatie of communicatie van wie hem nou werkelijk hebben. Nou valt me wel op deze wedstrijd is dat veel goals topcorner geworden. Dus dat je ziet dat de keepers wel heel goed laag zijn. Alleen Van Duinen na die ene goede save. Maar de blokkerkant zeg maar, zijn beide keepers matig.
Sidioen de Sluis meteen weer de aanval zoeken met de gebroeders Nijland. Nu dan Kevin Nijland. Probeert dan Mark Hoekstra te bereiken. Die legt hem terug achter de goal bij Van Aalderen. Dan is het nu dan Mark Nijland. En dan krijgen we een opstootje door een redelijk smerig checkje. Ja, hij was wat van achteren en je zag een heel duidelijk, want het was een beetje in de hoek waar wij zitten, dat Aldo vol met zijn gezicht tegen het glas aankwam. En ja goed, dan wordt er wat getrokken en wat gedeeld en ja goed, dan wordt hun mannelijkheid wat even getest. En, maar goed, het, ja, ik weet niet wat als de Wilde de check heeft gezien. Nou, hier zien we het nog een keer in herhaling. Hij speelt hem terug, hè, wil een cycle aangaan. Ja, goed, op zich, wat Aldo hier wel fout doet, is dat hij nu gaat stoppen. Want hij had eigenlijk nog wel moeten bewegen en dan krijgt hij de check. Ja, dat is, die is van achteren, dus die moet bestraft worden met een 2 en 10 minuten. Het is wel goed om dan te zien dat Kevin Nijland het meteen voor hem opneemt. Ja, dat is wel ja, goed, dat is natuurlijk mooi als je zo iemand in je team hebt. Eigenlijk moet dat iedereen doen natuurlijk. Als je ziet dat iemand zo van achteren gecheckt wordt, dan moet je ingrijpen en dan moet je een statement maken dat dat niet gewaardeerd wordt door het hele team. Zien Kevin Nijland plaatsnemen. De deur blijft openstaan waarschijnlijk om materiaal te brengen. Aan de andere kant ook het deurtje nog steeds open. Voor iemand die niet op mijn lijstje staat, de nummer 16. En het is mij dan niet helemaal duidelijk wie dat dan gaat zijn vandaag. Hij staat ook niet op mijn lijstje. Nee, dat is dan heel toevallig, hè. Ik zie wel 2 minuten op het bord komen. Dus er zal dus een powerplay komen voor de Unis Flyers. Dan zal Nijland in ieder geval 2 minuten roughing krijgen met een tegenman. En daar zal nog iemand voor moeten gaan plaatsnemen, lijkt mij. En dan zal de nummer 16 2 plus 10 krijgen voor... 16 plaatsen tijdens, 2 minuten penalty voor charging, plus 2 minuten penalty voor charging. Nou, hij krijgt dan charging. Ja, ja, nou ja, goed, dat is de interpretatie van de scheidsrechter. En wij hebben op zich wel gezien dat hij redelijk van achteren was. En ja, voor het geval mocht hij mazzel hebben dat hij een half vizier droeg. Als hij dat niet had gedaan, dan had hij met zijn gezicht tegen het glas aangezeten. Maar ja, goed, het is wel, ja, de deur staat nog wel steeds open. Maar... Ja, er zal nog iemand de charging uit moeten gaan zitten. Nijland en de nummer 16, die hebben allebei roughing, maar er zal ook een charging call zijn. Dus, Okay, en dan wordt dus, ja goed, we zien natuurlijk wel dat, dat er een powerplay is voor de Flyers. Maar omdat eventueel de verdedigers instapten naar het incident toe, de straf buiten het of de puck, de face-off buiten het vak weer ingegooid. Face-off wordt gewonnen door de Jonas Flyers. Goede paas van achteruit. En dan is het Tony Demelino die zijn... het is dit geval Den Edel die zijn tweede weer maakt. Ja, knap vrijgespeeld. Goed door het midden geschaast. Goed gekeken van Turcotte. En ja, goed, als je dan een goede paas in huis hebt, dan ben je ook weg. Hier zien we het. Lange paas door het midden. Goed vrijgeschaasd door Van Edel en hij maakt er toch koeltjes af. Hè? Mooie beweging naar de backhand. Ja, dan is de keeper kansloos. Nieuwe jongen in de selectie van de Unis Flyers. 2 jaar weg geweest. Eerst CTO, daarna een jaartje naar Amerika gegaan. Is die jongen daar nu zoveel beter geworden, Erik? Nou goed, hij heeft natuurlijk vanuit het CTO natuurlijk... het CTO was natuurlijk veel trainen, elke dag trainen. Wedstrijden, dus daar was hij zeker al vooruit gegaan. Amerika, dat helpt altijd natuurlijk. Dat is natuurlijk een bepaalde cultuur wat daar heerst en een bepaalde mentaliteit op trainen. En ook qua trainers, dat ze het uiterste uit de speler halen. En dat zie je wel heel erg terug. Ik bedoel, ik ken hem nog wel van de tijd voordat hij hier was. Dan was hij altijd een beetje lui. En je merkt nu dat hij gewoon heel volwassen is geworden. En dat is wel mooi om te zien dat hij als het ware het licht heeft gezien dat hij... een goede en degelijke speler is die zeker zijn goaltjes meepikt. We zien inmiddels ook de 6-1 vallen. Het is goed doorgaan van Tony Demeline. En dan is het Valentijn Bouten die in 2 keer kan afronden. En hij tekent dan voor de 6-1. Ja, ze maken even een tussensprint lijkt het wel in de tweede periode. Goed links van de baan doorgegaan. Speelt hem onder de stick door. Een hele slimme beweging.
Dan ziet dat op een gegeven moment toch de man, dus Valentijn Bouter, nog helemaal vrij staat in het slot en laag door de beentjes. En mooie goal. Mooi uitgespeeld. Het is meteen Amsterdam die dan ook de time-out neemt. Twee weken geleden bij de Younes Vlaaij hun import weggestuurd, McIntosh. Den Edel vult die plek nu in. Doet hij natuurlijk naar behoren. Is het nog zaak voor de Younes Vlaaij om nog een extra import te halen? Het nieuws is dat ze dat wel gaan doen. Dat ze dan wel even rustig gaan kijken van wie gaan we halen. Het is ook maar net de vraag van wie is er available om hierheen te komen. Ja, goed, tot dat moment van Lars doet het gewoon hartstikke goed. Die jongen krijgt gewoon die speelminuten en die laat zich zien. En die bewijst ook dat hij gewoon in het team thuis hoort. Dus ja, mocht er wel een import komen en die komt op zijn plek, dan is er gewoon een andere plek in het team waar Lars gewoon zijn minuten kan maken. En daar ben ik ook niet bang voor dat hij wel gewoon zijn speelminuten blijft houden. Zien nu de jongere spelers van de Younes Vlaaij ook tevoorschijn komen. Onder andere een Rick Neef krijgt zijn shiftjes. Nu wel Amsterdam wat er weer uit probeert te komen. Onderschepping van de Vossen. Werkt dan weg in tweede instanties. En dan is het Bakker die in puckbezit komt. Leenders wordt op de huid gezeten door Rick Neef. Resulteert bij een inpukbezit. En dan huppelt de puck heel mooi over het blad van Bakker. En wordt verder niet gevaarlijk. Wel weer de overname in het neutrale vak. Paas van achteruit komt dan net niet aan. Wel Quist die verder kan werken naar het uitverdedigen. Mark Hoekstra achter de goal. Pikt op. Marco Posma. Ronald Wurm. Schot wordt geblokt door Katan. Posma achter de goal langs. Hartschot van Hoekstra, dan toch een knappe save van de doelman. Ja, hij heeft natuurlijk een paar snelle goals achter elkaar gekregen. Dus ja, dat is natuurlijk nooit goed voor een keeper. Dit was gewoon een hele knappe redding. Het is een onbekende jongen. Dus we kunnen ook niet zoveel over hem zeggen. Zoals hij staat en zoals hij doet, lijkt het toch een jonge keeper. Dus eentje die doorgestroomd is vanuit de jeugd. Dus ja, dan is dat zeker ook een stukje onervarenheid natuurlijk van op dit podium te spelen. En dan is op zich alleen die minuten natuurlijk al mooi natuurlijk dat hij zijn minuutjes pakt. En hopen dat hij er een paar goede reddingen nog uit kan halen. Zien de Younes Vlaaij is weer ten aanval komen. Dit keer met Posma. En dan is het Hoogeraad die goed instapt om de paas te onderscheppen. En dan kan Kars eruit, weer Hoogeraad. En dan mist hij dan even de controle. En dan is het Limnel die meteen naar de zijkant kan werken. Katan houdt dan nog wel binnen. Nee, zijn paas naar Kars komt dan niet aan. En dan is het Ronald Wurm via Marco Posma. Dat de Younes Vlaaij eruit komen. Nu dan met Limnel. Ronald Wurm wil doorspelen op Posma. Alleen die had daar niet op gerekend. Komt wel in puckbezit. Probeert hem dan voor de goal te leggen. En dan kan nu Amsterdam er weer uitkomen. Valentijn Bouten onderschept dan de puck. Doen de Younes Vlaaij het rustig aan met Marco Posma. Dumpt hem dan nu in. Vindt dan Brent Jansen. Bouten weer Brent Jansen. Nu dan Mark Hoekstra. Schot laag. En dan Borgman die hem dan goed naar de zijkant werkt. Demeline die weer oppikt. En zo komt Amsterdam er nog uit. En dan hebben we nog een minuut te spelen in de tweede periode. IJzenkool tegen Amsterdam. En dan gaan de Younes Vlaaij weer helemaal terug naar hun aanvalsvak.
Veeshof met Van Musser, Demeline. Gewonnen door Demeline. Komt paas van achteruit niet aan. Alleen dan is het slecht werken van Amsterdam. Demeline die onderschept. Nijland probeert dan weer Demeline voor de goal te zetten. Dat lukt dan niet. Schot vanuit de tweede lijn. En dan is het Borgman die klaarlegt voor overweg. Zodat Amsterdam kan uitverdedigen. Alleen is het Brent Janssen die er goed in stapt. Dan weer een hard schot van Demeline. Dat is de tweede maal dat hij de lat raakt vanavond. Wel zit de Younes Leijzer dicht op. Zodat ze snel weer in pukbezit komen met Brent Janssen. Nog 15 seconden. Demeline voor de goal. Valentijn Bouten. En dan is het Borgman die er dan goed tussen zit. Nog 10 seconden in de tweede periode. Ja, goed. Het staat nu 6-1. Je ziet dat dat gewoon goede kansen creëren. Ze zitten lekker in de wedstrijd. Een paar goede kansen ze net gezien van Valentijn Bouten. Ook van Tony Demeline weer tegen de paal aan. Dus ja, het aanvallende gedeelte dat zit gewoon heel erg goed. En daar scoren ze ook de meeste doelpunten mee. En dat zien we ook al in de score, want het staat 6-1. Dus het is eigenlijk al wel een gespeelde wedstrijd. Face-off-winst voor de Younes Flyers. Nu dan Limnel. Probeert achter de goal langskomen, dat lukt dan niet. En dan zit ook de tweede periode erop. Dan is het naar de eerste periode 2-1. De tweede periode 4-0. Amsterdam... kan helaas niet verder met Daniel Lam en ook doelman Jacob van Duin. Is dat dan wat nu ook het grote verschil maakt? Nou, Heerenveen heeft natuurlijk ook wel wat meer kwaliteit dan Amsterdam. Alleen ja, het kwam er in de eerste periode sowieso niet uit. Ook mede doordat de keeper gewoon goed stond te keepen. Dan is natuurlijk voor Amsterdam wel een aderlating dat die keeper uitvalt. En toch ook een van hun creatieve spelers. Dan moet je jezelf heel goed oppompen om zorgen goed in die wedstrijd te blijven en die nul te houden. Ja, als je eenmaal die goals beginnen te komen, dan zakt dat natuurlijk, die motivatie zakt natuurlijk wel een stukje weg. En dat zie je ook wel een beetje gebeuren. Ze blijven nog wel hard werken, maar ze kunnen geen vuist meer maken zoals ze bijvoorbeeld wel in de eerste periode deden met dan toch een aantal gevaarlijke kansen. En dat zegt ook wel weer wat over Heerenveen, dat ze even een stapje sneller zijn gaan spelen, waardoor ze meer creëren, makkelijker in het spel zijn gekomen. Dat resulteert ook in best wel een hoge score van 6-1. We zullen het straks verder gaan zien in de derde periode. Maar alvorens we voor de koffie en thee gaan, gaan we eerst naar Ferdinand. Alwaar de assistentcoach Dennis Greur klaar staat. Bij mij staat Dennis Greur, assistent trainer, 6-1. Nu is het wel gespeeld, denk ik. Ja, ik denk dat de wedstrijd nu gespeeld is. We begonnen de eerste periode, vond ik, wat stroef, met weinig emoties. En we komen in de tweede periode goed de kleedkamer uit. En laten we zien hoe het moet. Die clashes tussen Amsterdam en Heerenveen, dat is altijd leuk. Ja, dat is sinds toen ik nog speelde was dat altijd al zo. Dat hou je, dat is een leuke rivaliteit tussen Heerenveen en Amsterdam. Twee ex-spelers, Kars en Proeden. Ja, Proeden heeft hier een paar jaar terug gespeeld, twee jaar lang. Twee jaar geleden. En Kars heeft hier gespeeld. Ja, het is ook altijd leuk om die jongens hier weer terug te zien. En leuk dat ze ook met Amsterdam meedoen om het niveau voor hun team en een team in Amsterdam ook omhoog te houden. Ja, dat is wel belangrijk natuurlijk, voor de breedte. Ja, zeker. Maar ook voor het Nederlands ijshockey is het belangrijk dat soort jongens blijven spelen. Straks de vierde lijn wat meer? Ja, we proberen iedereen er wel in te krijgen. De Kenny speelt, heeft al een paar shifts gehad en de vierde lijn heeft ook al twee shifts gehad. Dus we gaan proberen iedereen te gaan spelen. Succes. Dankjewel. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. People think I'm driven, but if they'd look closer, they'd realize there's nothing I love more than playing hockey. I'm Sidney Crosby, and I'm made of hockey.
Ga voor de beste service en de mooiste deals naar uw Citon-vestiging. De Alpendealer van Drachten en Heerenveen. En de Hyundai-dealer in Sneek. Citon, welkom. Voor bedden en beddengoed. Kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. IJzerhandel Raadsma staat voor een krachtig assortiment, solide vestigingen en uitstekende service. Raadsma, ijzersterk en toch buigzaam. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo hip kan de stoere man hun werk kwam. Als ik grijp in, wil ik x aanwijzen. Hij maakt het dieken en het heerst door de machines en werkt het op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt het bij Superda.
Welkom terug, dames en heren, hier vanuit het Tialf Stadion in Heerenveen. Al waar de Younes Vlijers het vanavond opnemen tegen de Amstel Tigers. Na twee periodes staat er een 6-1 stand op het bord. Meer dan terecht. Ja, zeker op basis van de tweede periode. De eerste periode was nog een beetje aftasten en kwamen de Flyers er niet echt goed in. De tweede periode pakten ze het snel op met een paar snelle goals achter elkaar. En ja, dan, toen was eigenlijk de verdediging van Amsterdam wel gebroken. Een beetje een aderlating was natuurlijk het verlaten van het ijs van Jacob van Duin. We hebben nu een Borgman in goal, een 18-jarige jongen. Dus ja, die jongen kan je ook niet zoveel kwalijk nemen. Die komt net kijken. En dan die wordt meteen voor de leeuw gegooid, omdat de eerste keeper geblesseerd raakt. Dus alle credits voor de jongen om deze periode gewoon goed door te komen. En ik denk als de Flyers een beetje gas bij blijven geven, dan kunnen deze periode ook nog een aantal goals verwachten. Toch wel een van de opvallende spelers bij de Younes Flyers, Lars den Edel, net ook al besproken. Maar doet het erg goed? Ja, die jongen heeft zich gewoon heel erg goed ontwikkeld de laatste jaren. En, dat is echt goed om te zien. Het is ook een grote jongen. Dus ja, goed, hij heeft natuurlijk wat meer body en goed schot. Dat is echt een aanwinst voor dit team. En daar moet je toch ook een beetje heen om. En Lars is natuurlijk ook een jongen hier uit de buurt. En die heeft natuurlijk een hele tijd hier in Heerenveen in de jeugd gezeten. Dus dat is mooi dat zo'n jongen weer terugkomt op het oude nest. En ook gewoon goed presteert. Het zijn dan 23 seconden onderweg en dan is het een icing call tegen de Younes Flyers. Gaan terug naar het verdedigingsvak van de Flyers. Face off Pruden de Molina, dan de winst voor Pruden. Schot van uit de tweede lijn en dan is het... Volgens mij een assist van Marino Bakker en dan is het tweede doelpunt van Josh Pruden. Ja, dan weet ik niet of het nou Pruden was of van via een schaats van een Flyers-speler. Maar in ieder geval werd hij van richting veranderd en hier zien we de herhaling. Oh ja, dat is een beetje moeilijk te zien. Ja, waarschijnlijk wel Pruden. Het is gewoon heel moeilijk te zien. Volgens mij ging hij via een schaats van een van de spelers, maar het was geen schoppende beweging. Dus dan telt de goal gewoon. Dus ja, nou, zo staat het toch weer 2-1. Of 6-2 bedoel ik. Een keer de herhaling. Kijken. We kunnen misschien goed zien. Ja, wat wel een just. Terwijl Flyers die meteen weer de aanval opzoeken. Die het uitverdedigen van Amsterdam. Van de Vossen. Via Hoekstra. Marco Postma wordt hij dan ingedumpt. En dan is het den Edel die Nijsinger uitschaatst. Van Musser probeert dan uit te verdedigen via Kars. Katan en dan is het offside. Van Musser te vroeg het aanvalsvak in. En dan krijgen we een face-off in het neutrale vak. Face-off met Kwiest en Nijland. Kwiest die face-off dan wint. Van Duin. Katan opnieuw Van Duin van jou, Van Musser. En dan is het Limnel die Van Musser opvangt. Van Aalderen geeft mee aan Mark Nijland. Weer Van Aalderen en dan is het de ruimte voor Mark Nijland. Nu dan overname Kevin Nijland. Probeert achter de goal van Borgman langs te komen. Dat lukt dan niet. En dan is de paas van Mark Nijland op Limnel niet helemaal zuiver. Wel nog steeds de Younes Vlijers. Nu dan met Kevin Nijland. Hard en hoog schot op Borgman. En dan een icing call. Komt Amsterdam eruit. Terug naar het verdedigingsvak van de Amsterdammers. Borgman heeft zijn helm af om even te checken dat er misschien ook een deuk in zit. Want hij kreeg die puck van
Kevin Nijland vol tegen zijn masker aan. Zijn die helmen natuurlijk allemaal goed beschermd en valt het allemaal meestal wel wat mee. Maar het is altijd wel goed om het eventjes te controleren. We zien toch dat er wat schade is opgelopen aan de helm. Nou, we zien inmiddels Bob de Bouwer die druk gaat bouwen aan de helm van Borgman. De assistentie van de Flyers. Hier gaat Van der Duim al. Die gaat eventjes kijken om deze helm even te fixen voor de Amsterdamse keeper. Het is wel zo handig natuurlijk dat de wedstrijd gewoon doorgaat. Dus sportief gebaar in ieder geval om elkaar toch te helpen in zo'n situatie. Dus er is even oponthoud. Zien ondertussen ook de oude ploeggenoten Brent Janssen en Julian Bertling nog een beetje bijpraten. Zo dan nu trouwens nog even naar de stand kijken. Gisteren won dan de Younes Flyers met 8-0 van Zoetermeer. De nummer 2 uit de pool. Nu dan Amsterdam 6-2 na 2 minuten in de derde periode. Heerenveen toch wel de grote favoriet voor de beker? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja goed, ze hebben natuurlijk wel, Geleen heeft natuurlijk wel de Ron Betteling schaal gewonnen. Ja, goed, er zaten natuurlijk de Flyers in een vreemde situatie omdat ze net met de voorbereiding bezig waren. Dus ja, als ik het zo bekijk naar de kracht van de andere teams, dan verwacht ik zeker dat de Flyers de finale halen. En als ze de finale halen, dan winnen ze hem waarschijnlijk ook. Het is in ieder geval al zeker dat Geleen uit de A-pool zich geplaatst heeft voor die halve finale. Het is eventueel Nijmegen die zich vandaag ook kan plaatsen voor die halve finale. Het moet dan winnen bij Den Bosch. Ondertussen is die wedstrijd is wel aan de gang. Alleen hebben we daar nog geen informatie over wat daar eventueel de tussenstand is. Dus dat zullen we later moeten gaan bekijken. We zien inmiddels dat de wedstrijd weer hervat is. Het is Borgman die even gebruik maakt van de helm van Jacob van Duin. En dan is het opnieuw een ijzercall tegen Amsterdam. En dan gaan we weer terug naar het aanvalsvak van de Younes Flyers. Face of winst voor de Younes Flyers. Het is Ronald Wurm die niet de controle kan krijgen om te schieten. Krijgt in tweede instantie wel de puck. Vindt dan Den Edel bij de tweede paal. Alleen kan die niet gecontroleerd afronden. Nu dan wel nog steeds Marco Posma. Liam Nijl. Er zit een speler van Amsterdam die zijn stick kwijt is. In dit geval Van Duin. En dan zien we ook de materiaalman van de Younes Flyers terugkeren met de helm van Borgman. Dus dan kan hij wel daarna weer met zijn eigen helm gaan spelen. Nu dan Liam Nijl. Slordig uitverdedigen van de Younes Flyers. Nu dan Amsterdam. Barret probeert het in de korte hoek. En dan is het meteen Sjoerd Itzega en Turcotte die voor hem opstapt. En de tegenspeler van Amsterdam, in dit geval Barret, wegwerkt. Ja, goed. Ze praten nog eventjes na hier. En goed, op zich is er niet al te veel aan de hand natuurlijk. Turcotte die gewoon zijn werk goed doet en de keeper beschermt. En Pruden die natuurlijk zijn werk doet. En dat is proberen die goals te maken. Dus dan moet je wel eens dicht bij de keeper staan. Dus al met al niet veel aan de hand. En met een praatje werd het ook weer netjes opgelost.
Amsterdam in het neutrale vak met Hoge Raad. Met Carson, die wordt meteen onder druk gezet. Kan alleen maar de puck diep spelen. En dan proberen de Flyers eruit te komen. Dat doet het dan ten koste van een IJsing. En zullen daardoor helemaal terugkeren naar het verdedigingsvak. Ja, dat zie je. Dus die puck die wordt hard rondgeschoten. En Aldo Verhaalder die staat op zich prima in positie daar natuurlijk. Alleen het enige waar hij dan, wat hij niet doet, is eventjes voordat hij in die positie gaat, even om hem heen gaat kijken van waar is de verdediging. Dan had hij kunnen zien dat hij niet instapt en dan had hij de puck gewoon aan kunnen nemen daar. En nou tikte hij hem zelf aan en ging prima op zich het vak uit. Dat was ook de bedoeling, maar dan is het wel een ijzing en dan kom je weer het vak in. Zien dat Van Aalder het schot van Kars blokt, kan dan net niet voor de verdediger van Amsterdam uitkomen om een breakaway te veroorzaken. Nu dan wel weer Amsterdam. Overname met Hoekstra. Paas naar de andere kant, waar dan nog Kevin Nijland is. Schot, vierde blokker van Borgman. Naast zijn doel gewerkt. Van Musser. Overweg. Meteen druk gezet door Brent Jansen. Resulteert dan ook in puckbezit voor de Flyers. Raken hem alleen heel snel weer kwijt. Nu dan Marcel Kars. Kan niet de controle vinden zodat Valentijn Bouten ertussen kan komen. Brent Jansen geeft mee aan Tony Demeline. En die rondt dan nu wel voor zijn derde half. En dan is het 7-2. Ja, zoals we vorige keer al zeiden. Weer hoog blokkerkant. Dus je ziet dat beide keepers, ook Jacob van der Duin had dat ook. Hier zien we nog wel een herhaling. Ja, goed, op zich prima meegegeven natuurlijk. Hij is op snelheid. Hier meegegeven naar aan Tony Demeline. Kijkt even hoofd omhoog en ziet dat het is natuurlijk ook een kleine keeper. Je ziet ook al dat hij al licht als de puck aankomt. Ja, dan is een blokkerkant hoog is gewoon een heel makkelijk doelwit om je goals te maken. En dat zie je wel dat bij de keepers van Amsterdam dat ze makkelijk naar beneden gaan en dat ze kwetsbaar zijn op de blokkerkant. Deze winst voor Amsterdam spelen dan diep in. Ze meteen de unit slice die weer oppikken met Turcot. Meegeven aan Den Edel. Geeft op zijn beurt mee aan Ronald Wurm. Alleen is dat doorzien. Is het Limnel die op tijd instapt bij Pieringen. Wurm. Meegeven aan Den Edel. Kan het aanvalsvak binnen schaatsen en dan vindt hij Posma, alleen die wordt afgeblokt. Bakker kan overnemen, kan dan niet wegwerken en dan is het Limnel die meteen weer inspeelt bij Marco Posma. Probeert Ronald Wurm te vinden achter de goal, die kan niet de controle vinden. Dan is het Van Musser. Werkt slordig weg en dan is het meteen Younes Vlaes die weer over probeert te nemen. Paas komt dan niet aan en dan is het in het neutrale vak Limnel die zijn man wegzet. Zodat de Younes Vlaes weer in puckbezit komen met Turcot. Limnel, Ronald Wurm. Verliest dan de controle. Nu dan wel de Younes Vlaes met Turcot. Vanaf de tweede lijn wordt de puck door Leenders over zijn eigen goal heen gewerkt. Overname weer met Jansen. Turcot gaat de Younes Vlaes weer bouwen aan een nieuwe aanval. Met Mark Hoekstra naar Tony Demeline. Brent Jansen pikt dan de puck op. Gaat dan het duel aan met Catan in de boarding. Dan is het Amsterdam die er dan uit kan komen. Komen dan van achteruit ook helemaal het aanvalsvak inzetten. En dan wordt hij teruggelegd naar Pettelings. Die vuurt dan af op Sjoerd Itzegaan. Die dan een simpele save maakt. Krijgt weinig te doen. Maar wat hij doet, doet hij goed. Ja, nou ja, goed. Daar moet hij ook voor staan natuurlijk. Als hij het wat rustiger heeft en er komen schoten. Dan behoort hij ze gewoon tegen te houden. Dat is waarvoor hij betaald wordt. Maar toch een sporadische kans weer voor Amsterdam. Ze proberen het wel, de jongens, maar je ziet wel dat de fut er wel wat uit is. En dat is op zich ook niet een schande tegen op zich een goed spelend Younes Vlaes.
Het zijn de Flyers die er weer uitkomen met Kevin Nijland. Speelt hem diep in naar Van Aalderen. Probeert dan Kevin Nijland weer direct te bereiken voor het doel. Dat lukt dan net niet. Goed verdedigend werk van Mark Nijland. Wordt meteen op de huid gezeten door Hogeraad. Kan hem dan alleen nog indumpen en dan is het Van Duin. Katan. Weer naar Van Duin. En dan via Kars komt hij weer terug in het verdedigingsvak. En dan is Van Duin die hem weer wegwerkt naar Hogeraad. En die laat hem dan liggen voor Pruden in het neutrale vak. Kars. En dan is het bij de tweede paal Hogeraad die de 7-3 aantekent. Ja, het is op zich een hele mooie goal. Maar het is wel een hele grove verdedigingsfout van Younis Flyers. En ja, die puck die gaat echt vlak voor de keeper gaat hij naar de tweede paal. We zien het hier in de, op zich een hele mooie aanval hoor. Pruden heeft hier de puck. Hè, die laat hem liggen voor Marcel Kars zo meteen. Goed, dan zie je Hogeraad al door het beeld gaan naar de tweede paal. Dan zie je dus dat hij helemaal wacht tot bijna op de goallijn. En daar geeft hij de pas. Ja goed, ten eerste moet dan of de keeper moet de stick uitsteken. Of die verdediger moet anders gepositioneerd staan. Maar ja, die jongen die moet nooit die puck daar krijgen bij de tweede paal. Dat is een te lange paas zeg maar. Om te maken, zeker vanaf de goallijn. En zo dicht op de keeper dat hij niet onderschept wordt. Maar ja, goed, het wel mooi uitgespeeld van Amsterdam. Dus een knappe goal. Het zijn de Amstel Tigers die meteen weer ten aanval trekken met Kwist. En dan is het Van Musser en Turcotte die elkaar nu gaan opzoeken. En dan is het Van Musser die dan een actie maakt naar Turcotte. En ze zoeken elkaar nu allemaal op. En het lijkt erop dat Turcotte zich wil inhouden en dat Van Musser wel wil. Ja, als dat nou een strak idee is, weet ik niet. Maar goed, het wordt alleen maar duwen. En er wordt natuurlijk nu nog wat even heen en weer gepraat. En ja, goed, zich blijven de handschoenen aan. Dus het scheelt natuurlijk wel weer. Ja, dat is een beetje het nadeel, vind ik wel, in Nederland. Is dat als je de handschoenen uitgaat, bij automatisch al van het ijs af gaat. En ja, goed, dat is een beetje zonde. Dan denk ik van ja, laat ze gewoon lekker vechten en dan is het klaar. Zin ook de wilde dat ze nu beide campanen wegstuurt. Misschien wel even een goed idee. Ik denk dat ze beide 2 of misschien 4 minuten krijgen. Maar dat zal dan eerder denk ik allebei 2 minuten krijgen voor Ruffing. Ja, ik denk dat het gewoon een even straf wordt. Nou ja, we zien het wel in beeld komen, 2 minuten. Misschien dat, ja, en Van Musser krijgt ook gewoon 2 minuten. En ja, goed, dan is het gewoon 4-4. Ik kon er niet helemaal zien wat de aanleiding was voor dit opstootje. Alleen in de vorige wedstrijd tussen Amsterdam en Heerenveen, 3 in totaal, waren zij al vaker aan het bakkeleien. Dus het kan misschien wel eens iets zijn wat een beetje oudzeer is. Ja, ja, ik zag in ieder geval Turcotte in een moment ervoor al een beetje achter hem aangaan. Zeg maar, om hem harde check te geven zeg maar, op de blauwe lijn van het verdedigingsvak. Dus ja, een beetje uit positie van waar Turcotte normaal speelt. En daarna kwam zeg maar, Van Musser Turcotte weer tegen hier in die hoek. En ja, daar escaleerde het een beetje. Of een beetje. Het escaleerde niet echt, maar het was een klein duwpartijtje. Zien Leenders wegwerken voor de Amstel Tigers. Meteen de overname met Limnel. Kan daar net niet Ronald Wurm bereiken. IJsing weggewoven, Marco Posma. Wel met Leenders en Bakker. Is het Kars die er vandoor kan? Tegenover Hoekstra. Schot van Kars gaat dan net over de goal van Sjoerd Itzinga heen. Gaat helemaal rond. Leenders pikt op. Van der Vossen werkt dan weg. Demeline kan oppikken. 2-2 heeft dan Brent Jansen bij zich. Zoekt de ruimte. Goede save van Borgman. Puk gaat hoog het net in. En dan Veeshoff in het aanvalsvak van de Younis Flyers. Ja, op zich slim gedaan van Tony Demelinen. Hij faked naar binnen toe. Hij wil natuurlijk naar zijn voren toe. Dan draait hij op een gegeven moment weer terug. Wetende dat
de blokkenkant niet de sterkste kant is van de keeper. En dan probeert hij hem ook weer te schieten. Nu wist de keeper wel, Borgman wel goed op te letten en zijn blokken er tegen te doen. Maar een mooie actie, slim gedaan. Schot, laag schot van Mark Hoekstra. Goed verwerkt door Borgman. En dan komt Amsterdam er eventjes uit tot aan het neutrale vak. En dan is het de overname met Demeline. Nu dan Brent Jansen. Draait terug naar Van der Vossen. Schot vanuit de tweede lijn. Gaat dan voor de goal langs. Wordt wel weer opgepikt door Van der Vossen. Jansen meegeven aan Demeline. En dan is die offside. Krijgen we een face-off in het neutrale vak. Het was Amsterdam die er even uitkwam. Goed verdedigend werk van Limnel. Beide teams weer compleet. Ook met de campbanen van Musser en Turcot. Nu dan de Flyers met Van Aalder. En dan nog het schot van Mark Nijland. Weer een goede save van Borgman. Die steeds beter gaat spelen. Face-off met Nijland en Bettling. Hard schot van Limnel. Zeilt naast de goal. Wel weer opgepikt door Limnel. Is het Nijland, Kevin Nijland die laat lopen voor Mark Nijland. Komt Amsterdam er toch uit. En dan is het Van Aalderen die een straf krijgt. Charging naar de actie op Barretten. Ja, die was ook overduidelijk. Keren de Amstel Tigers terug naar de powerplay waar ze al behoorlijk succesvol op zijn geweest. Weer met Pruden en Kars. Face-off gewonnen door Pruden. Weer naar Catan. Hard schot. Wordt nu geblokt door Hoekstra. Turcot kan oppikken. En dan is het Posma die even de tijd pakt samen met Hoekstra. Spelen hem dan diep weg. Alleen vinden ze daar Martin de Wilde. Dat niet helemaal de bedoeling is. Hoge raad. Pruden. Kars. Hoogschot van Kwist. En dan goede save van Sjoerd Itzinga. Krijgen een nieuwe face-off in het verdedigingsvak met Demeline Pruden. Weer Pruden met de winst. Dan terug naar Kwist. Marcel Kast op de zijkant. Laat hem liggen voor Josh Pruden. Weer Kars. Probeer hem dan terug te leggen naar de blauwe lijn. Dat lukt dan niet. En dan is het een handpass van Turcot. Ik ben benieuwd wat er nu gedaan wordt. Het lijkt erop dat het een straf wordt voor Turcot. Hij legt de hand op de puck, speelt hem daarna weg. En dat zou dan 2 minuten moeten zijn. Je mag hem wel wegschuiven, zeg maar. Gewoon met je vingers, zeg maar. Maar je mag hem niet bedekken. En dat is wat Turcot deed. Hij deed zijn hele hand over de puck. Dus hij eigenlijk bedekte die de puck, zeg maar, om gespeeld te worden. Schoof hij hem wel weg, maar ja, dan heeft hij dus eigenlijk al de straf begaan. Dus je mag hem op zich wel spelen, maar dan moet je hem echt slaan. Dus echt met je vingers, zeg maar, wegslaan. Dus dat hij niet bedekt raakt. Dan is er nog 1 minuut 16 te gaan in de straf van Aldo van Aalderen. Dan hebben ze 1 minuut 16 voor een 5-op-3 situatie.
Nu dan Katan. Kars. Draait naar binnen, Kwist. Weer Kars, Pruden achter de goal. En draait naar de zijkant, terug naar Kwist. Pruden blijft op de zijkant staan. En dan zoekt Marcel Kars op positie bij de tweede paal. Probeert dit bij de eerste paal. Daar heeft Sjoerd Itzen goed het oog. En nu dan Hoogeraad die wel weer op kan pikken. Weer Pruden aan de zijkant. En dan is het Marcel Kars die in de crease staat. Wordt er afgefloten. En dat is toch wel een mooie uitkomst voor de Younes Flyers. Ja, dat weet je dat niet mag. Je mag er wel heel even in staan. En dan moet je er wel heel snel weer uit zijn. En dat gebeurde dus niet. Dus hij bleef staan. En ja, dan duurt het een paar seconden voordat de scheidsrechter mocht hij het opmerken. En daarvoor fluit. En dan, ja, dan ben je eigenlijk alweer een paar seconden verder. Want dan is de face-off wordt buiten het vak weer ingegooid. Ook verse krachten voor de Younes Flyers zien u Posma, Ronald Wurm en Liem Nel. Feestof wel gewonnen door Amsterdam. Het rondspelen achterin met Van Duin. Leek mij een tripping, wordt niet gegeven aan Liem Nel. Zodat hij nu wel kan wegwerken. Dan nu de opbouw van achteruit. Goed, we backchecken van Ronald Wurm, zodat Posma kan opruimen. En dan tikken de seconde van de straf van Aldo van Aalderen weg. En dan keert het de Younes Flyers terug naar een 5-4 situatie. Nu dan Kars komt aan het vak in. Pruden. Ongeveer een halve minuut powerplay voor Amsterdam. Pruden probeert naar binnen te draaien. Heeft dan Kars bij zich. Terug naar Bakker. Weer Kars. Heeft dan de ruimte voor het schot. En dan gaat hij via de kruising het hoge net in. En dan zal de face-off in het neutrale vak normaal gesproken zijn. Ja, eigenlijk moet hij nu... Nee, maar het was wel op een goal. Dus ja, dan, Maar hij gaat via de lat. Ja. Ja, goed, waarschijnlijk is daar de regels dan veranderd of hij heeft het niet goed gezien. Dus, waarschijnlijk denkt hij dat hij via Sjoerd misschien het netter ging. Nou, wat je wel ziet is dat ze op zich wel de puck rond laten gaan. Het is alleen dat, ja, goed, nu, net zoals nu ook, nu is het wel, was het wel een gevaarlijk schot. Want het was op lat, maar uit zo'n hele moeilijke hoek. En ja, goed, daar kunnen ze gewoon veel meer mee doen. En zeker met jongens als Pruden en met Kars, dan heb je natuurlijk best wel veel puckhandling zeg maar, in je line-up daar. Vooral op de powerplay. Dus ze kunnen daar wel wat meer uithalen dan een schot van de zijkant. Zagen weer afgefloten worden omdat de Younes Flyers nog met 5 man op het ijs stond. Terwijl ze in ondertal zijn. Face-off weer gewonnen door Amsterdam. Nu dan Kars naar de zijkant. Nog een 7 seconden. Terug naar Katan. Kwist. Goed schot van diezelfde Kwist. Maar ook een goede redding van Sjoerd Itzinga. En dan is ook Turcot er weer terug. En dan overleeft de Younes Flyers de 5-3 van 1 minuut 16 zeer naar behoren. Overname met Van der Vossen. Brengt dan Brent Jansen in het aanvalsvak. Gaat om Katan en de goal heen. Wordt dan vastgezet door Kwist. Nu dan Demeline, Valentijn Bouten. Kan dan net niet lekker afronden. Wel Mark Hoekstra. Net niet Valentijn Bouten die de puck binnen kan houden. Wordt hij weer opgepikt door Van der Vossen. Zoekt even de ruimte en de tijd achter de goal bij Sjoerd Itzinga. Nu dan Brent Jansen. Terug naar Van der Vossen. Slordig uitverdedigen van de Younes Flyers. Zorgt dat Amsterdam weer in het aanvalsvak in puckbezit komt. Wel nu Ronald Wurm. Posma heeft dan Den Edel bij zich. Wordt goed van de puck gezet door Overweg. Wel puckbezit weer voor de Younes Flyers. Den Edel helemaal rondgespeeld. En dan is het Liem Nel die niet kan afronden.
Omdat Borgman daar goed tussen zit. Wel nog steeds de Younes Flyers in het aanvalvak. Met Ronald Wurm achter de goal. Paas van Posma naar Wurm komt niet aan. En dan kan Amsterdam eruit komen met Barrette. Limnel gaat op aanval opzetten met Turcot. Nu dan Mark Nijland. Probeert Van Aalder te bereiken voor de goal. Lukt dan net niet. En dan is het Amsterdam wat er probeert uit te komen. Limnel met de overname. Kan het aanvalsvak inkomen. Kan er net niet Van Aalder bereiken zodat Amsterdam er weer uit kan komen. Turcot zet goed de lichaam erin bij Pierinen, zodat hij er niet bij kan. Limnel, Van Aalderen. Nu dan de overname van Amsterdam met Van Musser. Ziet de puck niet goed aankomen en dan is het Limnel die wegwerkt. Opgepikt door Bakker. Van de Vossen. Komen de Flyers er nu toch uit met Valentijn Bouten. Tony Demeline. Voor de goal weer Bouten. En die kan dan niet afronden omdat Borgman er goed tussen zit. Wel nog Van de Vossen. Schot uit de tweede lijn gaat dan voor de goal langs. Het zijn wel de Flyers die in puckbezit blijven. Nu dan weer Demeline en dan weer over de blokker. Gedekt schot is het nu 8-3 naar 7 minuten, 10 minuten en 45 seconden. Ja, dan kun je een heel verhaal weer over die blokker beginnen natuurlijk. Maar er stonden ook wel heel veel mensen voor die jongen. En dat, was, dat kon je ook duidelijk zien. We zaten precies mooi in het lijn van het schot. En er stonden minstens 3 mensen zeg maar, in het zichtveld van de keeper. En dan is het, ja, dan is het heel moeilijk om te kijken van waar die puck nou vandaan komt. En, maar goed, neem niet weg. Gewoon een heel goed schot van Tony Demeline. Die zie je hem al hoog in het slot staan. Hij is al aan het wachten. Aan het wachten van nou ja goed, wat gaan we met die puck doen? Gaat de puck naar Valentijn Bouten. Die gaat op een gegeven moment weer naar. En daar krijgt hij de puck. Zie je, en dan staat er nu staan er. Ja, is vooral die jongen die daar een meter voor de kries staat. Die belemmert het meeste zicht van hem. En ja, dan is een keeper kansloos. Maar wel een mooi goal. Zien de Nedel eruit komen, dan leek het dat hij een tripping begaan wordt. Wordt niet gegeven door de Wilde. Wel nog steeds puckbezit. Nu dan Ronald Wurm op de vangkant. Zit hij er wel goed bij, Borgman. Nog steeds de Younes Flyers in het aanvalvak, de Nedel. Probeert dan voor de doelman te komen. Dat lukt dan niet. Moet dan helemaal doorsteken. Dan nu weer Marco Posma achter de goal. Ronald Wurm. Marco Posma achter de goal. Van Aalderen op de blokker van Borgman. Wel weer opgepikt door Marco Posma. En dan is het uiteindelijk toch Amsterdam die eruit komt. Dat zal wel ten koste van een ijsing. En dan zullen ze dus weer teruggaan naar het aanvalsvak van de Younes Flyers. Face-off gewonnen door Amsterdam. Overname Limnel in de neutrale vak. Speelt dan in op Turcot.
dan weer het wegwerken. Zal weer te kosten gaan van een Eysing. En dan nog 20 seconden te gaan. Gaan we weer terug naar het aanvalsvak van de Younes Flyers. Veeshof gewonnen door Amsterdam. Komen alleen niet tot uitverdedigen toe. Limnel probeert het nog met een laag schot. Nog 5 seconden. En dan zit het hierop. Nog een schot van Limnel. Ook nog een straf. Maar die zal er niet meer toe doen. Het zijn de Younes Flyers die hier vanavond winnen van de Amstel Tigers. Na de periodestanden van 2-1, 4-0 en 2-2 wordt het 8-3. Meer verwacht van de derde periode van de Younes Flyers, Erik? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant sta je dan op dat moment al 6-1 voor. En ja, goed, het is wel zo van, je speelt natuurlijk thuis, dus je wil het publiek ook wat laten zien. Maar je zag wel dat ze wat gas terugnamen. En ja, goed, dat bracht ook Amsterdam weer wat beter in de wedstrijd. Ze creëerden toch wat meer kansen. Ze hadden ook meteen een paar goede powerplays waar kansen uitkwamen. Dus ja. Al met al is het gewoon een verdiende overwinning. En ja, goed, een goede. Dan kunnen we nu zeggen dat ze officieel sowieso al geplaatst zijn voor de halve finale, lijkt mij, of niet? Ja, ze zijn niet meer te achterhalen door de nummer 3 Amsterdam. Ze kunnen wel in punten gelijk komen. Dan zouden de Flyers alles moeten verliezen, Amsterdam alles winnen. Alleen dan is het onderling resultaat in het voordeel van de Younes Flyers. De Younes Flyers spelen, als ik mij niet vergis, volgende week zaterdag wederom thuis. En dan is voor mij Den Haag de gast. Nou, dan zijn we dan weer present. We zien jullie dan ook al graag weer volgende week weer terug bij de wedstrijd. Naar mijn weten tussen de Younes Flyers Heerenveen tegen Heys Den Haag. En met deze duidelijke 8-3 overwinning boekt de Flyers weer een hele goede overwinning. En staan steviger bovenaan de ranglijst in Pool B. Volgende week zaterdag om 8 uur wordt er gespeeld tegen Heys Den Haag. U bent dan weer van harte welkom bij de stream, maar misschien kunt u hier ook naartoe in Tialf.
Voor nu, hartelijk dank voor het kijken en tot een volgende keer bij Flyers Live TV. Voor bedden en beddengoed, kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. People think I'm driven, but if they'd look closer, they'd realize there's nothing I love more than playing hockey. I'm Sidney Crosby, and I'm made of hockey. Ga voor de beste service en de mooiste deals naar uw Citon-vestiging. De Alpendealer van Drachten en Heerenveen. En de Hyundai-dealer in Sneek. Citon, welkom. Voor bedden en beddengoed, kijk, klik en bestel bij bedderie.nl. IJzerhandel Raadsma staat voor een krachtig assortiment, solide vestigingen en uitstekende service. Raadsma. IJzersterk en toch buigzaam. Dit is mijn tekening over mijn held. Zo hip kan de stoere man hun werk kwam. Als ik grijp in, wil ik ik zou wijzen. Hij maakt een tikken en het heerst door de machines en werkt op festivals. Mijn held is Hyde en hij werkt bij Superdag.